de kok en de dode harlekijn. Een hoorspel in twee delen naar de gelijknamige thriller van A.C. Baantje, bewerkt door Thomas Wessel. Regie, Hero Muller. Vandaag het eerste deel. Als jij Sinterklaasliedjes neuriet, dan is er wat. Dan zit iets jou niet lekker. Huh? Als jij Sinterklaasliedjes neuriet, dan is er wat. Dan zit iets jou niet lekker. Is dat zo? Ja. Nou, inderdaad. Er zit me iets niet lekker. Aha. Helemaal niet lekker. Dit hier. Wat is dat? Een brief? Deze brief is hier vanochtend op het bureau afgegeven. Een anonieme brief? Nee. Dat is juist het vreemde. Deze brief is ordentelijk ondertekend. Een dreigbrief? Ook niet. Het is een aankondiging van een nog te plegen moord. Kom nou. Wie kondigt er nou van tevoren een moord aan? Lees dan zelf. Geachte heer de kok. Ja, een correct gespeld met COCK. Ik heb het ernstige voornemen een man te doden? Die vet is gek. Lees verder. De naam van het slachtoffer kan ik u om begrijpelijke redenen niet onthullen, evenmin de plaats en het tijdstip van de moord. Dit alles staat overigens al vast. Er zijn alleen een paar onbetekenende details die ik graag vooraf met u zou willen bespreken. Zoals u me nou. Schikt het u woensdagavond? Om 8:00 precies zal ik op het bureau zijn. Hoogachtend, Pierre Brassel. Het is natuurlijk een of ander geintje. Die Pierre Brassel die bestaat, is geen schuilnaam. Ik heb het net even de telefoongids opgezocht. Ah, wat? Iedereen kan toch een naam uit de gids halen en er een brief mee ondertekenen, of niet soms? Dat is waar. En daarom lijkt mij het beste dat ik hem even bel. Spreek ik met de heer Brassel? Pierre Brassel? Ja, daar spreek je mee. U spreekt met regisseur de Kok van het bureau Warmoestraat. Ik, juist, ja, meneer de Kok. U heeft mijn brief ontvangen? Ja, ik moet zeggen. Fijn, fijn. En schikt het vanavond om 8:00? Dat zal wel gaan, ja. Prachtig, maar... prachtig. Ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Daar kunt u van op aan. Nou, vraag ik je zo. En? Was hij het? Ja, hij was het inderdaad. Pierre Brassel. Als jij het mij vraagt, de kok, is iemand bezig met jou een kolossale grap uit te halen? Een grap? Met mij? Ja, natuurlijk! Een grap met jou! Zo, mijn jongen. En wanneer wordt er verondersteld dat ik ga lachen? Ach. Op het moment dat die grappige meneer Brassel met de humor van zijn briefje onthult? Of op het moment dat hij werkelijk een moord pleegt? Ach, kom! Ja, je wilt toch niet beweren dat je die man serieus neemt? Ja, wanneer moet ik lachen? Zeg het maar. Nou, dat is toch allemaal nonsens? Ja, sorry hoor, de kok, zeg nou zelf. Wie schrijft er nou zo'n briefje? En de Pierre Brassel. Zelfs al zou iemand een plan hebben om iemand te vermoorden, dan kondig je dat toch niet van tevoren aan? Oh nee. En wat is dit dan? Ja, het moord die je beraamt, die kondig je niet aan. Dat doet niemand. Nou ja, tenzij die stapel gek is. Dat moesten we dan maar eens gaan uitzoeken. En wel voor vanavond 8:00. Ik wil weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Het is nu 10:00. Ik heb dadelijk een gesprek met de commissaris over die affaire met die valse 5 markstukken. Jij gaat uitvissen wie en wat die Pierre Brassel is. Ik wil het in ieder geval weten voor vanavond 7:00. Denk je dat het lukt? Oh jawel, maar het is verspeelde moeite in de kok. Wie weet. Wie weet. Ik heb niet de indruk gekregen dat hij gek is. Het was natuurlijk maar een oppervlakkig onderzoek, maar gek? Nee, beslist niet. Nee, het tegendeel, de mensen met wie ik gesproken heb, die waren vrijwel allemaal van mening dat Pierre Brassel over een goed stel hersens beschikt. Ja, nou, dat is dan jammer. Maar eerlijk gezegd was ik al bang voor. Hoezo? Nou, kijk, als die Pierre Brassel als een vriendelijke, goedaardige gekteboek stond, dan was alles veel makkelijker en eenvoudiger geweest.
Dan belde ik nu de gemeentelijke dienst voor geestelijke hygiëne en vroeg beleefd of zij Pierre Brazel een tijdje voor ons in observatie wilde houden. Maar zoals de zaken nou liggen... Hier zijn mijn aantekeningen. Trek de stoel wat dichterbij en steek van wal. Ja. Wat doet onze vriend voor de kost? Nou, Pierre Brazel die drijft samen met zijn oude vader een bescheiden accountantskantoor op de Keizersgracht. Firma staat goed aangeschreven. Nee, groot kantoor? Nee, 1 jongste bediende, 1 aankomende bediende. En een zeer aantrekkelijke secretaresse. Ongeveer 23 jaar, kastanjebruin haar, matte tent, lichtgroene ja, ogen. Ja. Je hebt blijkbaar uitgebreid kennis met haar gemaakt. Ja, inderdaad, ja. In de valse hoedanigheid van ambtenaar voor monumentenzorg, die de 3 uur van het oude grachtenhuis kwam inspecteren. En heb je die Brazel ook ontmoet? Nee, dat heb ik natuurlijk vermeden. Verder is het een klein muf kantoortje. Maar die secretaresse... De familiebetrekkingen. Van wie? Ja, niet van die secretaresse, van Pierre Brazel. Ja. Nou, Piet, of zoals je zich meestal laat noemen, Pierre Brazel, is volgens vrouwelijke kwalificatie een knappe vent. Hij is 38 jaar. Zijn voorgeschiedenis? Hij heeft het gymnasium doorlopen, daarna de opleiding voor accountant gevolgd. Mm-hmm. Hij is vervolgens opgenomen in de directie van het accountantskantoor van Pa Brazel. Hij is bijna 5 jaar getrouwd, 2 kinderen, een jongetje van 3 en een meisje van 1,5. Huiselijke strubbelingen zijn niet bekend. Het gezin Brazel woont in een fraai huis in Ouderkerk aan de Amstel, niet ver van Schiphol. Het huis is zo goed als vrij van hypotheek. Hij staat er financieel goed voor. Ja. Al met al een gedegen burger. Juist, ja, een gedegen burger. Geen moordenaar hoor, of aspirantmoordenaar. Ik heb niks ten nadele van de man kunnen ontdekken. Hij heeft niks op zijn kerfstok, komt niet in het politieregister voor. De kok. We hebben al veel te veel tijd verknoeid aan het idiote briefje. Zo, denk je dat? Ja. Nou, ik hoop dat je gelijk krijgt, hè. Laten we in ieder geval de komst van de Pierre Brazel afwachten. Bijna 8 uur. Ja, neemt die brief nog steeds serieus? Ja, wat moet ik anders? Kijk, is hij niet. Dat weten we dankzij jouw kort onderzoek. Goed, hij is accountant, dus waarschijnlijk punctueel. Punctueel? Ja, punctueel. Ik wil net dat hij precies op tijd hier zal zijn. Zullen we weer een latertje worden vanavond? Binnen. Mijn naam is Brazel, Pierre Brazel. Ik heb een afspraak om 8 uur. Ah, ik geloof dat ik precies op tijd ben. De kok. Dat is mijn collega, rechercheur verder. Aangenaam. Gaat u zitten, meneer Brazel. Dank u. U bent, naar ik aanneem, de schrijver van dit briefje. Inderdaad, ja. Dat is ook de reden van mijn komst. Eigenlijk hebben wij hier geen tijd voor dergelijke grappige briefjes. De politie heeft wel andere... Grappige vragen. Briefjes? Heren, u heeft mijn brief toch hopelijk niet als grap beschouwd. Dat meent u toch niet? Dat zou ik u hoogst kwalijk nemen. Ik ben geen charlatan. Dat willen we graag aannemen. Maar gezien de strekking van uw briefje vragen wij ons wel af wie u dan wel bent. Dit is toch een toppunt. Ik ben hier niet gekomen om onheus bejegend te worden. Waarom bent u hier dan wel, meneer Brazel? Ik ben hier om een belangrijke zaak met de recherche te bespreken. Een zaak die u ter harte gaat. Ik ben hier voor een onderhoud dat u, meneer de kok, mij heeft toegestaan. Mm-hmm. En dit alles binnen de vormen van burgerlijke beleefdheid. Maar gezien uw houding bestaat er voor mij geen enkele reden om... Een ogenblikje, meneer Brazel. Ik bied u mijn verontschuldiging aan voor het impulsieve gedrag van mijn jonge collega hier. Maar u zult toch moeten toegeven dat het een iets wat dwaze gang van zaken is... dat een intelligent man als u zich tot de recherche wendt met de mededeling... dat hij het oprechte voornemen koestert om moord te plegen. Dan is uw collega niet alleen jong, maar ook tactloos en heeft bovendien weinig fantasie. Ach, weinig fantasie. Verklaar uw naam. Hoe zal ik u dat uitleggen? Kijk, als u van plan bent om heesters of bloemen in uw tuin te planten... en u weet niet welk jaargetijde daarvoor het meest geschikt is... dan vraagt u inlichtingen aan een tuinman of een bloemist. Dat is toch logisch, nietwaar? Dat zijn immers de vakmensen. Ik wacht. Wel nu. Ik heb het plan opgevat een moord te plegen. Aangezien dat voor mij geen dagelijkse bezigheid is, heb ik inlichtingen nodig. Aan wie vraag ik dus inlichtingen? Aan een expert in moordzaken. U begaat een ernstige vergissing, meneer Brazel. Uw benadering is niet juist. Wij zijn geen expert in het plegen van moorden. We trachten ze slechts op te lossen. We proberen de dader of de daders te vinden. Achteraf. Juist. Zeer juist. Ja.
En dat is nu precies het waarom van mijn in uw ogen zo bespottelijke brief. U heeft ervaringen met moorden. U kunt achteraf exact zeggen welke fout of fouten de moordenaar heeft gemaakt. Wel, waarom zou ik geen gebruik maken van uw kennis om die fouten te vermijden? Denkt u er toch werkelijk dat wij... Moment. Kijk dus, meneer de Kok. U kunt pas aan het werk gaan nadat ik een moord heb gepleegd. Niet eerder. Dan is het in feite voor mij te laat. Vanaf dat moment zijn u en ik elkaars tegenstanders. Vijanden. Een normaal en openhartig gesprek is dan niet meer mogelijk. Maar nu, in deze voorfase, kunnen we toch... Ja, meneer Brassel, u voldoet uw tijd en de mijne. Tijd verdoen, meneer de Kok. Ik wil een perfecte moord. Ik doe u een oprecht voorstel. U vertelt mij welke fouten ik absoluut niet mag maken en ik lever mezelf aan u uit. Ik geloof dat ik u begin te begrijpen. Ja. U verwacht van mij als expert een soort handleiding tot moord. Een soort recept. Het begint eindelijk tot u door te dringen. Een deugdelijk recept, zo dat u nooit gepakt kunt worden. Precies, ja. En dan mag ik gerust weten dat u de dader bent. Dat is wel de bedoeling. Inderdaad. Wat eenzijdige overeenkomst, vindt u niet? Want wat heb ik eraan als ik, als regisseur, weet dat u die moord gepleegd heeft? Terwijl ik nooit het bewijs van uw schuld kan leveren, dankzij uw perfecte uitvoering van mijn eigen recept. Nee, niks. Niks heb ik daaraan. Ik heb dan wel de dader, maar ik kan hem nooit aan de justitie uitleveren. U bent slim, meneer de Kok. Niet waar? Ja, heel slim. Ik wil inderdaad volkomen uitsluiten dat ik gepakt word. Dat is toch begrijpelijk, vindt u niet? Goed. Ik ben nog betrekkelijk jong. Ik heb een lieve vrouw. Twee schatten van kinderen. En een goede positie. Nou, het zou toch dwaas zijn dat alles op te geven. Te verspillen voor een moord die toch eigenlijk niets anders is dan een verlaten... Een verlaten wat? Ach, het heeft geen enkele zin om nu al op de zaken vooruit te lopen. U bent dus werkelijk van plan een moord te plegen? Ja. Ook als u mij dat recept niet geeft. Ik heb u dat toch geschreven. Tijdstip en plaats van moord staan al vast. Meneer Brassel, laat me dit spelletje alsjeblieft staken. Hè? Nu even in alle ernst. U heeft toch geen moment geloofd dat ik u werkelijk behulpzaam zou zijn bij het plegen van een moord? Nee, dat heb ik inderdaad geen moment geloofd. Zo, maar waarom dan dat briefje? U moet toch een heel goede reden gehad hebben om mij dat te schrijven. Vertel het mij nou eens. Mijne heren. In kamer 21 van Hotel Het Wapen van Groenland ligt het lijk van een zekere Jan Brets. Dat hotel is nog geen 400 meter hier vandaan. Wat? Hoe weet u dat? Jan Brets ligt daar. Met ingeslagen schedel. Is dit een grap, meneer Brassel? Belt u gerust Het Wapen van Groenland. Of nog beter. Stuurt u er een van uw dappere mannen op af om het te controleren? Pardon? Ja. Bel Het Wapen van Groenland. Nou, mijn aanwezigheid is hier zeker niet langer vereist. Ik denk dat ik... U blijft hier. Oh. Tot we weten wat er precies aan de hand is. Ja, heb ik het nummer. Ja, u spreekt met de politie van bureau Warmoestraat. Kunt u mij zeggen wie er op kamer 21 logeert? Politie? Doet u alstublieft wat ik u vraag. Kamer 21, ogenblik. Op kamer 21, dat is de heer Brets. J.J. Brets. Gaat u dan onmiddellijk kijken of die meneer Brets nog in leven is? Pardon, wat zegt u? Gaat u dan onmiddellijk kijken of die meneer nog in leven is? Ik heb hem net nog de sleutels van zijn kamer gegeven. Hoe laat was dat? Een uur of acht. Ja, het was 8 uur. En... is die meneer nog in leven? Nog in leven? Waarom niet? Ik begrijp er niets van. Ik spreek toch met de politie? Ja, luistert u eens, meneer. Wees u zo goed en gaat u even naar kamer 21. Ik wacht wel. Goed. Als u dat wilt, een ogenblik dan. Hij gaat kijken. Zeg, dat is de Gierum Doek, hè? Ja, lang en niet zo. Hoezo? Nou, dat kan wel even duren, voor die man weer terug is. Ik zal vast de patrouillewagen laten waarschuwen en dan kun je er vast op afgaan. Dat is geen gek idee. Ja, ben ik ook hier, Warmstraat. Wil je even een wagen sturen naar Hotel Het Wapen van Groenland in de Lange Niesel? Laat ze daar voor de deur wachten tot we bij je zijn. Wel dan? Hoi.
Zo, nou, meer kunnen we op dit moment niet doen. Hallo? Ja? Ben je er nog? Ja, ja, natuurlijk. Die man, die Brits, is dood. Nergens aankomen, we komen direct. En? Brits is inderdaad dood. Ik vermoed dat die voorlopig wel geen tijd voor mij zult hebben. Ik wens de heer in ieder geval veel succes bij een onderzoek. Oh nee, nee, dat gaat zomaar niet. Geen denken aan. Eerst een paar vragen. U weet er blijkbaar heel wat vanaf. U heeft niet het recht mij zo vast te pakken. Laat me los. U heeft evenmin het recht mij hier te houden. Die receptionist en misschien ook wel ander personeel van het hotel zullen u kunnen vertellen dat Jan Brets om klokslag 8 uur de sleutel van zijn kamer kreeg en nog springlevend was. Laat hem al los verder. Zo, dat is beter. Overigens wil ik de heer erop wijzen dat ik vanaf 8 uur voortdurend in uw gezelschap ben geweest. Wat wilt u nog meer? Een beter alibi kan iemand zich niet wensen. Hoe wist u dat Jan Brets vanavond in dat hotel vermoord zou worden? Wie heeft u dat verteld? U verknoeit uw tijd. Het is duidelijk dat ik de moordenaar niet ben. Ah, maar u wilt van mij misschien weten wie die Jan Brets heeft vermoord. Precies, ja. Dat wil u inderdaad weten. Maar waar is uw beroepstrots dan gebleven? Ik neem toch aan dat u zelf de moordenaar van Jan Brets zult willen vinden. Niet waar, meneer de Kok? Fledder, laat meneer Brassel maar gaan. We mogen hem onze gastvrijheid niet opdringen. Nog niet. Nu nog niet. Goedenavond, heren. Hier is het. Kamer 21. Gaat uw gang. Daar ligt hij. Zo vond ik hem. Maar hoe wist u eigenlijk dat? U heeft niks aangeraakt? Nee, nee, natuurlijk niet. Nou, behalve die deur. Verder dan de deur ben ik niet geweest. Ik heb eerst geklopt. En pas daarna heb ik de deur opengedaan. En toen zag u hem liggen? Ja, ja, precies zoals hij daar nu ligt. Met al dat bloed. U heeft de slachtoffer niet aangeraakt, hè? Ook niet zijn pols gevoeld? Nee, ik ben meteen naar beneden gehold om het u te zeggen. Goed. De deur was dus niet het slot? Nee, ik klopte aan en toen er geen antwoord kwam, deed ik de deur gewoon open. Maar u wel een sleutel? Ja, nee, natuurlijk heb ik die een paspartout. Ja, 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 ja. Wie hebben er nog meer zo'n sleutel? Praktisch al het personeel. Voor het schoonhouden van de kamers. Ja, uiteraard mogen ze daar niet zomaar gebruik van maken. Er wordt altijd eerst geklopt. Tenzij men zeker weet dat de kamer vrij is. Hoeveel van die sleutels zijn er in omloop? 12, meer niet. Nou, straks komt mijn collega hier naar beneden om een praatje te maken met al die sleutelbezitters. Verzamelt u ze maar in de eetzaal. U kunt nu voorlopig van alleen laten. Oh ja, ik had ook graag een lijst met de namen van de andere gasten en een plattegrond van deze etage. Zoals u wilt, Dick. Ik zal ervoor zorgen. Kan ik verder nog iets voor u doen? Ja, over een paar minuten komen er een paar heren van onze technische dienst en een dokter. Als u de heren wilt doorsturen naar deze kamer. Zoals u wilt. En mochten de heren van de pers opblaven, laat u die er niet verder komen dan uw balie. Komt in orde. Hij is neergeslagen met een hockeystick. Hij ligt er wel heel erg vreemd bij, vind je niet? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die neergeslagen is er zo bij ligt. Zo val je toch niet neer? Nee. De dader heeft hem na de klap zo neergelegd. Kijk, net een grote trekpop. Met zijn arm opgetrokken en zijn benen ook. Net een grote hardelijkheid. Die hockeystick die is aan de onderkant verzwaard. Kijk maar, hier. Er zit heel nauwkeurig plakband omheen gewikkeld. Straks als de experts er zijn, zullen we wel zien hoe die stick verzwaard is. Wil weten dat het met lood is? Ja, is vreemd, hè? Zonder lood is een hockeystick toch ook een formidabele moordwapen? De dader wilde er zeker van zijn dat de eerste klap al meteen dodelijk was. Weet je, Fledder, ik heb zo'n idee dat deze moord al heel lang is voorbereid. Het is het product van een wel overwogen tot in de details uitgewerkt plan. Ja, en die Pierre Brassel was volledig op de hoogte. Ja, waarschijnlijk wel. Ik begrijp jou niet. Waarom liet je hem dan zomaar gaan? Het was een grote fout. Leer nou één ding van mij, jongen. Wees altijd voorzichtig met intelligente mensen. Ach. Ze bezorgen je veel meer last dan domme. Ja. Geloof me nou. Die Pierre Brassel is intelligent. Veel intelligenter dan jij denkt. Dat is een man die tekst als goed weet wat hij doet. Ja, en toch had je hem niet moeten laten gaan. We hadden hem toch kunnen verhoren. Noem jij me dan eens de wettelijke grond
waarop wij die Pierre Brazel hadden kunnen vasthouden. Hij wist van deze moord af. Hij zou ons daar nog veel meer over kunnen vertellen. Ik geloof niet dat je iemand mag dwingen iets te zeggen wat hij per se niet wil zeggen. En toch wist hij van deze moord. En hij weet nog veel meer. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Als we hem geen medeplichtigheid en lasten kunnen leggen, dan rusten op hem in ieder geval de verplichting om de politie te waarschuwen. Mm-hmm. Ik bedoel, een tijdstip waarop de misdaad nog voorkomen had kunnen worden. Ja, en dat heeft hij niet gedaan. Nee, terwijl hij bij ons op het bureau dat idiote voorstel deed, allerlei nonsens uitkraande over een recept voor een perfecte moord, liet hij hier in deze hotelkamer het slachtoffer rustig de schedel inslaan. Mm-hmm. Verdomme nog aan toe. Wist toch dat het zou gebeuren? Kamer 21, Hotel Het Wapen van Groenland. Compleet met de naam van het slachtoffer, Jan Brits. Hij wist het zo goed alsof hij het zelf gedaan had. Zelf gedaan had? Heeft Pierre Brazel deze Brits vermoord? Nee, tenminste, als die receptionist hier de waarheid zei toen hij beweerde dat hij om 8:00 de sleutel aan Brits heeft afgegeven. Daar kunnen we wel voor uitgaan. Nou ja, misschien vinden we nog anderen. Die getuigen kunnen dat Brits om 8:00 nog in leven was. Kijk, dan kan Pierre Brazel hem onmogelijk vermoorden. Maar hij wist van deze moord wel alles af. In ieder geval genoeg om zichzelf een perfect alibi te verschaffen door op het tijdstip van de moord bij ons te zijn. Ja, en dan nog iets. Brazel wist dat deze moord gepleegd zou worden. Op hem rust inderdaad de plicht, de wettelijke plicht om te waarschuwen, de politie op het slachtoffer. Dus dat geef je zelf toe. De politie of het slachtoffer. De wet biedt namelijk 2 mogelijkheden. Pierre Brazel is ook niet strafbaar wanneer hij het slachtoffer heeft gewaarschuwd. Vooraf, uiteraard. Ja, maar de kok. Het is toch duidelijk dat hij het slachtoffer niet vond voor heeft gewaarschuwd, anders was dit nooit gebeurd. Ho, hè. Jan Brits kan de waarschuwing in de wind hebben geslagen of als een grap hebben beschouwd. Jij vond die brief toch ook een grap? Ja. Nee, jongen. Zoals de situatie nu ligt, kunnen wij voorlopig niets tegen de meneer Brazel ondernemen. Iedere rechtstreekse actie zou neerkomen op vrijheidsberoving. Dat is een heel akelig woord. Ik geloof dat de meute eraan komt. Nou, doe dan de deur maar open. Laat de heren binnen. Ja. Heren, komt u binnen. Hé, hey, hallo Bram. Jij hebt foto werk? Ja. En omdat jij het bent, doe ik het in kleur. Zo, die ligt er bij haar bij. Net een grote harlekijn. Hij is toch dood, hè? Hé, hey Bert, kijk eens. Nou, ik heb het al gezien. Zeg de kok, als Bram nou eerst die hockeystick fotografeert, dan begin ik daar aan de andere kant met met de vinger afdrukken. Nou, ja? Ik denk niet dat je er veel zal vinden. Zeg, Bram, heb je ooit eens eerder iemand zo zien liggen die was neergeslagen? Nou, nee. Ik heb er al heel wat zien liggen, maar zo. Nee, als je het mij vraagt, hebben ze die met opzet zo neergelegd. Dat dacht ik ook al. We lopen toch niet in de weg, hè? Nee, niet. Die hockeystick is waarschijnlijk het moordwapen. Maak je geen zorgen, het komt er allemaal mooi op te staan. Auw, mijn knieën. Zo, ik haal hem op de vloer. Pakken we zijn kopje in close-up. Zo, dat is de laatste foto, maar nog een totaaltje. Dat is opzij, Fledder. Ja. Zo, speciale wensen, ik ben er nou toch. Ja, ze wacht nog even, Bram. Als dokter Rusteloos er is, kun je misschien nog wat foto's maken. Volgens mij heeft hij geen dokter meer nodig. Ja, ik ben maar alleen natuurlijk. En Bert, moeite waard? Vingerafdrukken? Ja, het was die van de vingerafdrukken. Alleen die hockeystick. Zo zuiver als wat. Er is geen vingertje op te vinden. Wel bloed en wat haar, maar vingerafdrukken? Oh, maar. Dat is een mooi plakband wat ze om die stick hebben gewikkeld. Mooi linnen band. Nog nooit gebruikt. Bert? Ja. Hoe zie je? Zeg, heb jij er wel eens iemand zo bij zien liggen? Ja, wat zal ik je zeggen? Liggen doen ze meestal, maar dit hier is een nieuwtje, zeg. Ik zou zeggen, wees er maar blij mee. Waarom zou ik er blij mee zijn? Als ik je was de kok, dan zou ik uitkijken naar een grappenmaker met een zeer luguber gevoel voor humor. Ja, en waar kan ik die vinden? Ja, hoor, dus dat is jouw zaak, kom. Ja, nou, in ieder geval bedankt, hè, voor de tip. Ja, graag gedaan. Goedenavond, heren. Goedenavond, dokter Rusteloos. Dokter. Ja, dokter. Zo. Nou, dat is een behoorlijke map geweest. Afdoende. Hij heeft 1 klap gehad. Zover ik het nu kan beoordelen, tenminste. Kijk, die wondranden maar eens. Ja, hij was op slag dood. En zou het met die hockeystick gebeurd kunnen zijn? Waarschijnlijk wel. De aard van de verwonding komt zo op het eerste gezicht wel overeen met die van een stick. Nou ja, we zullen het allemaal straks rustig onderzoeken. En dokter, die houding, die stand van armen en benen, kan iemand zo neervallen na een klap? Je kunt op verschillende manieren neervallen na een klap op het achterhoofd, maar
zo is onmogelijk. Hij ligt er volkomen symmetrisch bij. Ja, hij doet me ergens aan denken. Aan een harlekijn? Waarachtig. Hij ligt erbij als een trekpop. Nou ja, hij kan hier nu wel weg. Ik doe vannacht nog sectie. U heeft morgen in de loop van de dag mijn rapport. Je hebt ons ook niet meer nodig, de kok. Nee, bedankt. Oh, wacht even, heren. Dan loop ik gelijk met jullie mee. Okay. Verder. Ja. Ik ga me toch maar even zelf met het personeel bemoeien. Als jij nu naar het bureau gaat, stel dan een kort rapportje op voor de commissaris. Wil je? Ja. Een voorlopig rapportje. Ga dan nog iets? Probeer zoveel mogelijk te weten te komen van de Jan Brets. Ik zie je straks wel op het bureau. Goed. Ga ermee. Straks aan mij, de kok. Ja. De liftbediende heeft de verklaring van de receptionist bevestigd. Vanavond om 8:00 leefde Jan Brets nog. Mm-hmm. En het overige personeel? Heeft die ondervraging nog wat opgeleverd? Nee, niet dat het moeite waard was. Nou, wat weten we van de slachtoffer? Even kijken. Johannes Brets, oud 25 jaar, van beroep koopman. Woonachtig te Utrecht, Brekelstraat 315. Brets had zich 3 dagen geleden in dat hotel laten inschrijven. Zeg, heb je nog iets van bagage of zo op zijn kamer gevonden? Nou en of. Hij had praktisch geen bagage bij zich. Behalve een leren weekendtas. Die bijna niet te tillen was van het gereedschap dat erin zat. Gereedschap? Inbrekerswerktuig. Ah, oh, van beroep koopman, hè? Mm-hmm. Heb jij die receptionist nog gebeld, gevraagd of Brets nog gebeld heeft? Ja. Of dat hij opgebeld is? Nou, of Brets gebeld heeft, dat moest je nog nakijken. Maar hij zou vanavond het laten weten. Hij zou hier naartoe bellen. Tenminste... Ja, wacht. Hallo? Ja, goedenavond. U spreekt hier met de kok, bureau Warmzaar. Een vraagje. Wie belde er kort na 8:00 vanavond op en vroeg naar de heer Brets? Dat weet ik niet. Ze heeft haar naam niet genoemd. Ze vroeg alleen of ene Brets in ons hotel logeerde. Ze? Een vrouw? Ja, het was een vrouw. Ah. Ja, nou ja, u heeft natuurlijk wel enig ervaring hè, met telefoontjes. Wat denkt u? Was dat zijn moeder, zijn vrouw of zijn vriendin? Weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval geen relatie, zoals u noemt. Ik zou zeggen, zakelijk. Cooler. Ze was alleen geïnteresseerd door wie er was. Trouwens, er was iets met die stem. Er was iets met de stem? Kunt u dat omschrijven? Die dame sprak met een accent. Een licht Duits accent. Ze sprak als iemand die al jaren in Nederland woont. Goed Nederlands spreekt, maar toch blijf je horen. Volgens mij was het Duitser. U heeft mij geweldig geholpen. Oh ja, als die meneer Brets ergens naartoe heeft gebeld, dan hoort hij nog wel van u, hè? Dat zoek ik voor u op en dan bel ik hem meteen terug. Ja. De hotelgasten kunnen uitsluitend via mij bellen. Als hij heeft gebeld, dan weet ik ook het nummer waar hij mee belt. Oh, is prachtig. Ja, nog iets. Kunnen ze zich herinneren wat die dame zei, die naar Brets vroeg? Ongeveer wel, ja. Ze vroeg of meneer Brets in ons hotel logeerde. Ik zei dat zo was. Toen vroeg ze of hij aanwezig was. Ja. Ik antwoordde bevestigend en vroeg haar of ik haar moest doorverbinden. Ze zei toen, nee, dank u, maak u maar. Ze brak de verbinding. Ja, juist, ja. Nou, wel. Nou nogmaals bedankt voor uw voortreffelijke hulp, hè. Goedenavond. Nou, en? Ben je wat wijzer geworden? Was het een belangrijk telefoontje? Ze had een Duits accent. Duits. Ja. Zeg... Brets woont dus in Utrecht. Ja? Ik heb al gebeld met de collega's daar. Ze zullen ons alle gegevens sturen die ze over die Brets hebben. Mooi dan. Zeg, wist jij dat die Jan Brets een strafblad heeft van Jet tot Gunder? Ja, dat verbaast me niks. Hij was vast niet voor het eerste keer op pad met die tasgereedschap. Nou, dat was alles. Tenminste, voorlopig. Ja, nou dan heb ik nog een verrassing. Een verrassing? Ja. Onder het lijk van Jan Brets lag dit. Hoe kom je eraan? De bloeders die hem weghaalden vonden het. Lag onder het lijk. Lees maar. Geachte heer Brets, ik raad u aan om woensdagavond na 8:00 niet meer naar uw hotelkamer te gaan. Blijf daar weg. Er wacht u anders een dodelijke verrassing. Pierre Brassel. Wat is dit? Dit? Dat is een briefje met een waarschuwing. Nee, wacht nou eens even. Dat briefje vonden ze onder het lijk, zeg je? Ja, toen ze hem weghaalden. Onder het lijk? Niet in een van zijn zakken? Heel goed opgemerkt. Het had in een van zijn zakken moeten zitten. Inderdaad, ja, dat briefje had in een van zijn zakken moeten zitten. Yes. Want als Brets dat briefje werkelijk had ontvangen, dan had hij het gelezen en bij zich gestoken. Of weggegooid. Ach,
Het slachtoffer heeft het briefje ook nooit gelezen. Hij heeft het nooit onder ogen gehad. Dat briefje is na de moord, nadat hij was doodgeslagen, onder het lichaam gelegd met de bedoeling dat wij het zouden vinden. Ja. En wij? Wij zullen nooit kunnen bewijzen dat Jan Brits dat briefje niet heeft gelezen. Inderdaad. Ja, je ziet me, jongen, dat Pierre Brassel een zeer uitgekookte en intelligente knaap is. En hij moet de wet op zijn duimpje kennen. Dus dan is Pierre Brassel nu gevrijwaard van een strafrechtelijke vervolging, omdat hij de man wiens leven werd bedreigd wel degelijk heeft gewaarschuwd. Ja. Dat is een toppunt. Dat is slim, hè? Ja. Dat is een hele gesse jongen, die Pierre Brassel. Ik zei je toch al? Kijk uit met intelligente mensen. Je maakt het je altijd verdraaid lastig. De makers van het plan voor de moord op Jan Brits hebben aan alles gedacht. Perfect. Griezelig perfect. En toch hebben ze één fout gemaakt. Dat briefje lag onder het lijk. Ja. Ja, maar daar doen wij niet zo best veel mee. Het had natuurlijk in een van de zakken moeten zitten. Tenzij... Nee. Nee, ik geloof niet dat we daar iets aan hebben. Het is een aanwijzing, maar meer niet. Maar dat telefoontje. Ze had een Duits accent, zei je. Ze belden naar het hotel. En vroeg de receptionist of Brits in het hotel logeerde. Een soort controle? En of je aanwezig was. Ja, een soort controle, ja. Of de moordenaar niet te vergeten van wachten. Bijna volmaakte moord. Maar gelukkig niet echt volmaakt. Als ik de volmaakte moord zou geloven, dan nam ik onmiddellijk mijn ontslag. Volmaakte moord. Met Fleder, recherche Warmoestraat. U spreekt met de receptionist van het Wapen van Groenland. We hebben in ons gesprekkenregister twee interlokale telefoontjes staan. Op naam van meneer Brits. Interlokaal? Mooi. En wanneer vonden die gesprekken plaats en met wie? Allebei op dinsdag. Hij heeft gebeld met Utrecht. 030 27 12 28. 271228. Heeft u er wat aan? Nou, dat is moeilijk nu al te zeggen. En dat andere gesprek? Met hetzelfde nummer. Aha. Nou, in ieder geval bedankt. Zo, hij heeft dus gebeld. Interlokaal, met wie? Nou, met iemand uit Utrecht. Ik heb geen naam, alleen het nummer. De politie van Utrecht zou toch gegevens sturen, hè? Hm? Doe me een lol en bel ze vast. Dan raas ik nieuwsgierig aan die Brits. En vraag ze uitzoeken of wie de telefoonnummer is. Dan ben ik intussen een wagentje voor straks. Een wagentje? Voor ons? Nu nog, maar het is... Ja, doe dan wat je gevraagd wordt. Oké, bos. En schij uit met het gebos, hè? Goed, baas. Ben je toch impulsief? Weet je wel hoe laat het is? Het is verdomme midden in de nacht. Waarom moeten we nou nog naar Utrecht? Nooit te laat om een oude moeder te condoleren met het verlies van haar zoon. Dat kan de Utrechtse politie toch doen? Ik ben er eenmaal nieuwsgierig, dat weet je. Vertel me liever wat het telefoontje met de collega's in Utrecht heeft opgeleverd. Hé, hey, let je wel een beetje op het verkeer? Straks zitten we op de snelweg en is het gewoon lineaaltje rijden. Nou, kom op verder. Wat zei ze daar in Utrecht over Jan Brits? Waarom zet je de sirene niet aan? Dan zijn we er vlugger doorheen. Oh, alsjeblieft, geen sirene. Weet je, het is zelf doodnerveus om, hoor. Nou, wat zei ze? Ze zijn in Utrecht helemaal niet rouwig om die dood van Jan Cibretti. Als je mij vraagt, dan laat de commissaris er straks nog champagne aanrukken om het te vieren. Geweer. Wat is zo erg met die Brits? Ja. Ze hebben er al jaren last mee, die knaap. Heeft dus een betrekkelijke korte leven alles gedaan wat onze lieve heer verboden heeft. Zo. Diefstal, inbraak, beroving, alles. Tot en met moord toe. Moord? President, een frisse jongen. Ja, roofmoord. Hij heeft meer in dan buiten de gevangenis gezeten. Roofmoord? Ja. Zo. En hij pleegde die moord toen hij 17 was. 17? 17. Vroeg, hè? Tijdens een weekendverlof. Wegens goed gedrag. Huh? Misschien met een vriendje ook 17. Met dezelfde inrichting ergens 's nachts in Haarlem een antiekzaakje binnengedrongen. Hebben ze de antiquaire, een oude man, overvallen en vermoord. Hele operatie, moord in kluis, leverde een 11 gulden 13 cent op. Jongen. Hoe heette die antiquaire en dat vriendje, de baas? De baas vriendje, dat heette Reinier Kamperman. En die antiquaire, iets van Hampel, Jacob, Hampelman of zoiets. Ik heb de aantekening op het bureau liggen. 11 gulden en 13 cent. Mensenleven voor 1113 rotcent. Die is toch wel gestraft? Oeh, of die ervoor gestraft is. Mag toch niet zomaar iemand vermoorden? Dek je wel de kok? In ons vriendelijke landje wordt je er natuurlijk voor gestraft. En hoe? Humaan, natuurlijk. Er wordt rekening gehouden met allerlei omstandigheden. Het krenk kreeg 3 jaar. 3 jaar? Voor roofmoord? Ja. En nadat hij zijn straf had uitgezeten, is meneer nog eens 2 keer voor de rechter verschenen voor serie inbraken. Maar dat was bij lange na niet zo erg als de eerste keer. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij zijn leven beterde. Hij kreeg 1,5 jaar voor die inbraken. Wat wil je? Straf en vergelding zijn nu eenmaal verouderde begrippen. De
plegen tegenwoordig slechts medelijden te hebben en worden met de dag fidelen. Ja, criminelen zou je bedoelen. Misdaad is tegenwoordig een vorm van vrije tijdsbesteding. Tja. Nou, en meneer, wat doet u zo in uw vrije tijd? Ik? Ik ben een beetje crimineel. Iedere zaterdag zit ik een kraakje, dus voor de ontspanning. En dan één keer in de twee of de drie maanden onschuldige moord. Beetje geweldpleging, snap je? Om te relaxen. Zo. En wordt u dan ooit gepakt? Oh, jawel hoor. Ja, steeds weer. Maar kijk, ik heb een paar complexen, weet je wel. En daar houden de psychiaters en de rechters natuurlijk rekening mee. He, ze laten me meteen weer vrij, want gevangenisstraf, dat zal op mij een verkeerde uitwerking hebben. Ja, dat zal namelijk leiden tot crimineel gedrag. Ja, joh, gevangenisstraf is slecht voor mijn sociale aanpassing. Kom nou. Niet zo cynisch, hè. Kom nou. Berechtiging van misdadigers is een zaak die de politie niet aangaat. Dat is een zaak voor de rechters, dat is niet voor ons. Ja, dat is maar goed ook, want als ik... Ja, kom. Als wij ons nou even bepalen tot die plotselinge dood van Jan Brets. Wat hebben we tot nu toe? Brets was een notoire bias-klant. Hij wordt in een hotelkamer vermoord. Opgewacht en vanaf de neergeslagen. Ja, met een hockeystick die daar speciaal voor is geprepareerd. Dit is dus een goed geplande moord, of niet? Ja. Daar wijst ook het briefje van Pierre Brazel op. Ja, en dat telefoontje van die dame met dat Duitse accent. Brets hield zich de laatste tijd hoofdzakelijk bezig met inbraak... Denk maar aan die zware tas met het gereedschap. Ja. Ik vraag me af of hij alleen werkte. Heb je dat gereedschap nog bekeken? Ja, vluchtig. Heel vluchtig. Maar toch nog wel lang genoeg om te zien dat er een paar verrekt ingenieuze dingetjes in zaten, zeg. Zo ingenieus dat alleen een heel handige jongens een speciaal moet hebben gemaakt. Ik denk dat hij hier was voor een karweitje. Dat hij moest wachten op zijn vriendjes. We waren natuurlijk ergens anders bezig, tot ze van Brets het seintje kregen dat het karweitje rijp was. Veronderstellingen. Is van alles mogelijk. Ja, misschien heb je gelijk. Er zijn waarschijnlijk nog meer knapen op de hoogte van wat Brets van plan was. Ja. Misschien was het wel een grote kraak. Die Brets die had zijn intrek genomen in een hotel, hè? Geen al te duur hotel, maar ja, toch ook weer geen griebus achteraf. Nou, zo. We zijn de stad uit. Met een beetje geluk schiet het nu sneller op. Hier moet het zijn. Ja, kijk, naamplaatje. Weduwe Brets. Nou, daar gaat hij dan. Ja. Kom maar. Niet veel beweging, vader. Nee. Nou, zo schieten we niet veel op. Laat mij maar eens even. Ja, hé, joh, zo maak je heel Utrecht wakker. Hey, wat moet dat? Bent u mevrouw Brets? Ja, wie zou dat? Waarom ze laat onder mij trappen? Het spijt me, mevrouw Brets, maar kunnen wij u even spreken? Spreken? Mijn? Midden in de nacht? Ja, mevrouw Brets, het is belangrijk. Ik ben voor niemand te spreken, voor niemand niet. En aan die gouden brotte bas uit de politie. Wij zijn van de politie. Mogen we boven komen? Wat wil u dan van me? Het gaat over uw zoon Jan. Over Jantje? Ja, over uw zoon Jan Brett. Ik word niet doodmoe van ze. Wat is het dan met mijn zoon? Mevrouw Brett, mogen we niet boven komen? Het praat zo wel erg lastig. Oh, ja, ook een blikje dan. Eindelijk. Morgen heb ik keelpijn van het geschreeuw. Zo, komt erin. Dank u. Nou. Kijk alsjeblieft niet naar de rotzooi hier. Is nog niet opgeruimd. Wat gaat zitten? Leg de vallen wasgoed maar op de grond. Ja, ik zou vandaag gewassen. Maar mijn rug zie je. Voel me niks niet goed de laatste tijd. Steeds weer die rug. Spit, denk ik. Mijn naam is De Kok, met COCK. Dit hier is mijn collega Fledder. Wij zijn rechercheurs van politie. Wij komen uit Amsterdam. Rechercheurs? Mm-hmm. Politie uit Amsterdam? Zo, Amsterdam. Ja, mevrouw. Van het bureau Warmoestraat. Van de Warmoestraat. Helemaal uit Amsterdam? Ja, helemaal uit Amsterdam. Wij komen in verband met uw zoon.
politie uit Amsterdam? Voor Jantje? Wat is er met hem? Zit hij weer eens? Nou, dat niet. Nee, uw zoon zit niet. Maar wat is er dan met hem aan de hand? Het is wat anders. Wij hebben uw zoon Jan vanavond gevonden. In een hotel. Het was niet zo best met hem. Wat is er met hem? Hij heeft zeker weer wat uitgevreten. Je kunt maar rustig zijn hoor, ik schrik niet meer zo gauw. We hebben erachter wel wat gewend met de jong. Jan, uw zoon is dood. Zo. Is er dus toch wel gekomen? Het staat erin, joh. Verbaast me niks. Als er een keer van komen. Babets. Hoe is het gebeurd? Of mag ik dat niet weten? Ja, natuurlijk mag u het weten, mevrouw. Nou dan. Hoe is het gebeurd? Uw zoon Jan werd vermoord. Vermoord? Ja. We hebben hem in een hotelkamer gevonden. Dood. Vermoord? Is hij dan niet door de politie doodgeschoten? Waarom door de politie? Het lag toch het meest voor de hand? Zou toch ook het best bij hem gepast hebben? Ja, maar waarom zou de politie? Ik begrijp me niet. Ach, laat maar zitten. Maakt het ook uit. Jantje is dood. Waarover nog zeuren is nou toch gebeurd? Luister dus, mevrouw Bets. Het is akelig om het te vertellen en nog akeliger om het te moeten aanhoren. Maar het is toch beter dat u de feiten kent. Iemand, wij weten nog niet wie, iemand heeft Jan met een zwaar voorwerp op zijn hoofd geslagen. Jezus, nee. Ja, het was moord. Mijn collega en ik zijn met onderzoek belast. Het is geen eenvoudige zaak om die moordenaar te vinden. Wij hebben maar weinig aanknopingspunten en daarom hopen we dat u ons iets kunt vertellen en ons zo misschien een aanwijzing zou kunnen geven. Ik? Waarom? Waarom zou ik de politie helpen? Omdat het uw plicht is. Mijn plicht? Plicht. En omdat het uw zoon is. Zo. Krijg ik hem daarmee terug? Door de politie te helpen? Nee, daar krijgt u niet mee terug. Ik kan wat dat betreft geen koehandeltje met u doen. Ik ben onze lieve heer niet. Ik had alleen gehoopt dat de dood van uw zoon u iets zou hebben geleerd. Blijkbaar heb ik me vergist. Verder, we vergroeien in onze tijd. Meneer de kok? Ja? Wanneer krijg ik hem thuis? Goed. Ik maak het voor u in orde. Jan wordt van hieruit begraven. Dank u. Dank u, meneer. Sterkte, mevrouw Wets. Hé, gaat u eens langs bij Dikke Toon. Ik denk dat hij u wel wat meer kan vertellen. Dikke Toon ging veel met Jantje om. En waar kunnen we Dikke Toon vinden? Om 3 huizen verderop. Praktisch op de hoek. Onder op een zoldertje. En zeg maar dat ik u gestuurd heb. Dank u wel, mevrouw Wets. Kom verder, we gaan. Naar Dikke Toon. Het is Ma Brets heeft jullie gestuurd. En Jan zit in Amsterdam met dik op zijn kersenpit gaat en is dorp. Man. Dat is wel een hele korte samenvatting. In onze processen verbaal staat er wat uitgebreide. Maar het is wel zo ongeveer wat er met Jan Brets is gebeurd, ja. Heb ik er in godsnaam mee te maken? Niks, totaal niks. Wat wil je dan? Luister eens, Toon. Wij hebben gegronde redenen om aan te nemen dat Jan Brets niet voor zijn lol in het hotel verbleef. Nee, zou wel niet, nee. Nee, dan dachten wij zo dat het wel geen gewoon karwei zou zijn. Maar een bijzondere klus. Kortom, wij denken dat hij daar was voor een grote klapper. Ik denk lekker, grote klapper. Tje, die Jan Brets was toch jouw beste vriend, is het niet? Ja, Jan Brets was, ja. Mooi. En nou is die Jan Brets, jouw beste vriend, doodgeslagen. Iemand is zo onvriendelijk geweest om hem op te wachten en van achter zijn schedel in te slaan. Zo'n rotstreek, dat is een echte vuile, smerige rotstreek. Dat hadden ze niet moeten doen. Inderdaad, een rotstreek. En daarom vraag ik aan jou, beste vriend, kan die moord iets te maken hebben met die grote klappen? Kan die moord iets te maken hebben met die grote klappen? Ja. Dat geloof ik dan niet, nee.
Nee, dat geloof ik niet. En waarom geloof jij dat niet? Nou, dat niemand wist iets af van die grote klappen. Niemand? Nee. Oh, dus jij ook niet natuurlijk. Ja, wacht nou even. Ik hoorde er zeker bij. Ach, ja, natuurlijk. Jij hoorde erbij. Waarbij? Hè? Ja, nee, met de pakken. Nee, met de pakken. Verdomme. Ik heb me gewoon de bek weer voorbij gebracht. Zeg, waar hoorde jij bij, Toon? Waar? Waarbij? Nou, gewoon bij de ploegie. Ploegie? Bende, zou je bedoelen? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Dat klinkt alleen zo woest, zo Amerikaans, bende. Nee, we waren gewoon een ploegie jongens. Ja, maar wat voor jongens, Toon? Ja, kom nou, laten we ermee ophouden, hè. Jaan en ik, we hoorden bij een ploegie, meer niet. Nou, dat weet je dan ook weer. Ja, ja. En je hoeft me verder niks te vragen, hè? Dat heeft geen enkele zin. Doe toch de namen van die andere jongens niet. Heel begrijpelijk. Is goed, 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 al goed. Daar praten we niet meer over. Jij wil niemand verlinken. Nou, dat is heel edelmoedig van jou. Zo hoorde het ook. Wat was het voor een klapper? Een erg grote klapper? Dat zeg ik niet. Liever niet. Nee, nee, natuurlijk zeg jij dat liever niet. Hè, nou, Jan Brets dood is, knappen jullie dat karweitje wel op. Logisch. Dat scheelt in de verdeling van de poed. Voor iedereen is er nou een beetje meer. En dat van een grote klapper, dat tikt aan. Toon, jij doet niet meer mee. Heb je dat verstaan? Hé, hey, ik dacht al steeds, wat zou daar in bed liggen? Ik wist niet dat jij bezoek had. Jij, de kok. Jij hebt me goed verstaan, Toon. Je kapt ermee. Wat die anderen doen is hun zaak. Maar jij laat die klapper mooi zakken. Wie is deze dame, Toon? Alsjeblieft, Marie. Marie, waar moet je er eigenlijk niet mee? Dat doe ik wel. En laat me uitpraten. Ik heb die gozer nooit vertrouwd. En nou zie je het. Jan Brets is dood. Vermoord. Je met iemand gezegd dat die vent niet mos. Fijne meneer met zijn mooie praatjes. Houd je scheur, Marie. Dit zijn jouw zaken niet. Wat voor een fijne meneer. Die vent, Jan Brest, die tip gaf voor die grote klapper. Die accountant. Toon, voor jou is die zaak bekeken. Afgelopen. Die accountant? Wie bedoel je? Ja, die accountant. Hey, kom nou, Toon. Hoe heet die vent ook alweer? Heette die fijne meneer misschien Pierre Brassel? Precies, Pierre Brassel. Het eerste vroege morgenlicht schijnt al op de daken van de Heintje Hoeksteeg. Jojojojoj, mijn voeten. Wat een nacht. Licht verder. Ja? Maak jij eens een bakje van die overheerlijke oploskoffie van je, wil je? Wat hebben we wel verdiend? Verdiend? Dat hebben we nodig. Ja, eerst gisteravond. Het is alles bij elkaar nog geen 11 uur geleden dat die Pierre Brassel hier binnenstapte. Die hele ellende begon. Daarna even naar Utrecht heen en weer. Zijn we eigenlijk wat opgeschoten? Even mijn schoen uit. Nou, wel beschouwd. Zijn we niet zoveel opgeschoten. Alhoewel, ik zou die dikke Toon wel eens hier willen hebben. Ik wed dat hij nog wel wat spraakzamer zou worden. Het ploegje van hem. Terug. Ik wed dat hij me de naam dan wel zou noemen. Die Toon. Onmachtig, wat een berg mens is dat. Dan ga ik minstens 3 keer uit. Een kolos, hè? Ah, met een heel klein beetje hersens, hoor. Wel koppig. Nee, ik dan dat kleine onderdeurtje. Nou, die Marie. Ja, Marie Zeilmakers. Die dikke Toon heeft daar niet veel te vertellen. Nee, maar toch was ik blij dat ze ineens uit het bed opdook. Anders was die naam van Pierre Brassel nooit gevallen. Maak er een flink sterk bakkie van, jongen. Ja. Toch is het jammer hè, dat Toon weigerde om ons iets over die grote klapper te vertellen. En over het ploegie. Ach, kom ploegie. Het is natuurlijk een ordinaire bende. Een bende die een tip heeft gekregen voor een grote klapper. Zo. Hier heb je suiker. En melk zit er al in. Ja, dank je. Maar die tip, dat moet toch wel iets geweest zijn dat die jongens aansprak. Lekker heet. Oh, dat smaakt. Ik vraag me af, wat zou zo'n tip geweest zijn? Het moet iets geweest zijn dat die jongens inspireerde. Hoezo? Inspireerde? Door het vormen van een bende. Het vormen van een bende. Onder de bezielende leiding van Pierre Brassel. Pierre Brassel, ja. Welke rol zou die hierin spelen? Als we onze koffie op hebben, dan ga ik naar huis voor een paar uur slapen. Ja, mijn idee. Als ik jou was, zou ik hetzelfde doen. Absoluut. En verder, hè? Wat ben je nou verder van plan? Nou, als jij nog geslapen hebt, dan heb ik voor jou iets bijzonders. Oh? Jij gaat in de loop van de middag naar Utrecht. Ik? We komen er net vandaan. Wat moet ik daar doen?
Jij probeert contact op te nemen met het onderdeurtje, die Marie. En uiteraard zonder dikke toon erbij, hè. Als hij erbij is, dan krijg ik niet aan het praten. Ik heb zo'n idee dat die kleine Marie ons meer kan vertellen over Pierre Brassel en het ploegje. Ja, leuk. Marie zonder die dikke toon erbij, hè? Dat zal niet zo makkelijk gaan. Hij waakt over zijn Marie zo'n kloek over de kuikens. Beetje vreemde vergelijking. Oh ja, als je toch niet er bent, bel de nummer dan eens, hè. 27-12-28. Ja, dat zal ik doen. En jij? Wat ga jij doen als je geslapen hebt? Een praatje maken met Small Louietje. Ja. Je bedoelt dat je een gratis cognacje gaat halen. Ach, stik. Dat is Arnie. Van schelen Bert is, weet je wel. Hij heeft niet meer te veel gedronken. Ja, dat heb je zeker. En daar komt straks natuurlijk zware hommelis van met schelen Bertjes. En? Hoe staat de misdaad? 3 punten gestegen. Nou, dat ligt dan mooi vast in de markt. Zelfde recept? Ja, als jij ook meedoet. Natuurlijk. Nou, ik drink er maar eentje met je mee. Het is nog vroeg. Centjes. Ja, daar ga je, Louietje. Hey, Annie. Hey, doe een beetje voorzichtig met je stembanden. Je moet straks gele Bertus nog te woord staan. Weet je wat jij kan doen? Ja? Louietje? Pasten! Nou, bedankt hoor, dame. Goed te passen. Het is geen kwaaie meid, hoor. Ze moest een slokkie lusten. Zeg, Heb ik het goed gehoord? Is er een dode? Och, in Amsterdam, in zo'n grote stad, is er altijd wel een dode, niet? Nee, ik bedoel die dode in het wapen van Groenland. Oh, die. Ja, ze hebben er eentje gewond. En heb u daar nou nog bemoeienis mee? Lekker cognac. Ze zeggen, het schijnt dat het een jongen van de vlakte is uit Utrecht. Oh, zo. Zeggen ze dat? Wie zeggen dat? Nou, een paar jongens uit de buurt hier die hem gekend hebben. Ja, oppervlakkig natuurlijk. En wie hebben hem, als ik vragen mag, oppervlakkig gekend? Jongens? Gewoon jongens? Ik geloof dat ze hem kenden uit de baaiers. Oeh, geloof je dat of weet je het zeker? Heb jij misschien hier of daar iets gehoord van de een of andere grote klapper hier ergens in de stad? Wat bedoel je met een grote klapper hier ergens in de stad? Ach, ik bedoel of jij misschien, heel misschien hoor, iets hebt gehoord van plannetjes in die richting. Een plannetje om ergens een grote klapper te maken. Nee, echt niet. Nee, daar heb ik niks over gehoord. Werkelijk niet? Misschien jammer. Ja, nou jammer. Vriend. Hoe moet dat dan? Ik sta hier niet te liegen, hoor. Ik zeg dan dat jij liegt. Nee, ik vind het alleen een beetje vreemd. Ja, kom maar aan, Karel. Zeg, Louis, waarom halen we nou speciaal een jongen uit Utrecht hier naartoe om een goede kraak te zetten? Waarom een jongen uit Utrecht? Heb je hier toch vaklui genoeg? Of niet? Dat mijn idee. Daar hebben we waarachtig geen lefgozer uit Utrecht voor nodig. Zal ik nog eens inschenken? Doe dat. Dan neem jij er ook nog een. Praat wat makkelijker. Voor wie? Voor u of voor mij? Als jij nou voor een karwei een snuiter in Utrecht zou zoeken, wat zou dat volgens jou dan betekenen? Ik zoek natuurlijk niemand in Utrecht. Dat spreekt. Maar het zou volgens mij betekenen dat de jongens hier... Nou, dat betekent dat dat karweitje, wat het dan ook mag wezen, dat het stinkt. Juist, dat het stinkt. Ik zou, als ik u was, eens met handige Henkie gaan praten. Proost. Proost. Je hebt gelijk. Het stinkt. En bedankt voor je tip. Tip? Wat voor tip? Wat moet het? Als ik op visite kom, heb ik een hekel aan televisie. Dat leidt zo af. Goedenavond, Henkie. Nou, goedenavond, meneer. Mag ik zeker wel even gaan zitten? Ja, dank je. Nou, u zit al. Ik had ineens zo'n behoefte om jou weer eens op te zoeken. Ik dacht,
Nee, ik vroeg me eigenlijk af. Wat vroeg u zich af, meneer? Nou, gewoon. Hoe zou mijn goede vriend Henkie het maken? Ja, dat vroeg ik me af. Gewoon uit bezorgdheid. Nou, ik maak het best, zo u ziet. Ja. Jij ziet er dan ook heel wat beter uit dan Jan Brits. Dat is een rotopmerking, meneer. Ik heb het net op de radio gehoord. Het was op het nieuws. Jan Brits is dood. Vermoord. Iemand gaf hem een dreun op zijn hersens. En wat heb ik ermee te maken, hè? Dat, beste jongen, dat vroeg me ook af. Oh, u bent uit bezorgdheid bij me gekomen. Ja, 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 ja. Ja, daarom ben ik bij jou gekomen. Goh, kijk eens, aan u meent het. Ja, dat meen ik echt. Nou, meneer de Kok. Ik ken toch nog geen vliegkwaad doen. Laat staan een mens. Nee, ik heb die gozer niet vermoord. Tuurlijk niet. En niemand beweert het ook. Maar, jij kent die Jan Brits. Ah, kennen, kennen. Dat is allemaal zo'n groot woord, hè. Jij kende hem uit de baaiers. Ja, uit de baaiers, ja. Een paar jaar geleden, toen ik in Haarlem in de koepel zat. Nou, daar heb ik hem wel eens een keertje ontmoet. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet mijn type. Een akelig nakereltje was het. Voor alle zin. Nee, dit is allemaal niks voor mij. Oh, kijk. Hij heeft wel geprobeerd natuurlijk om met mijn hand te pappen. Hij was voor alle zin, hè? Ook voor moord? Ja, precies. Zo'n knapie was het. En dat bedoel ik nou net. Het was een gozertje die nergens voor terugdeinste. U kent dat wel, geen enkele moraal. Hm. Roken, Henkie? Nee, dank u. Chic. Wat wilde hij van jou met het aanpappen? Van mij? Ja, van jou. Niks? Ach, ik heb die knapen toch meteen door. Knap hoor. Jij hebt die knapen meteen door. Waarom is je dan kort geleden hier geweest? Hier geweest? Bij mij? Ach, hoe komt u erbij, meneer? Henkie, luister jij nou eens naar me, hè? Je weet dat ik een zwak voor je heb. En toch zou ik daar nu, als ik jou was, ja, maar niet te veel op rekenen. Als ik u nou toch vertel dat die vent... Wij vonden in Bretts hotelkamer een tas met wat gereedschap. En daar waren toch een paar dingetjes bij, Henkie. Zo uitgekookt, zo verfijnd, zo kien uitgedacht. Dat kon alleen maar door een vakman als jij zijn gemaakt. Nee. Begrijp je me nu, Henkie? Ja, begrijp ik wel. Dat hij ook altijd achter mij aan moet zitten, hè? Hij is dus hier geweest. Ja. Wat was de reden van zijn bezoek? Waarom was Jan Brits hier bij jou? Nou. Hé, hey, er was net voetbal op de televisie. Dit mis ik nou allemaal. Dan kijk ik vanavond naar de samenvatting. Kom vooruit, zeg op. Waarom kwam die Brits naar jou toe? Kijk, ik kan je natuurlijk ook meenemen naar het bureau. Ja, als u maar niet denkt dat ik weer op het verkeerde pad ga, meneer. Nou ja, goed. Ik heb een paar dingetjes voor hem gemaakt. Gereedschap. Of mag dat tegenwoordig ook al niet meer? Een paar dingetjes? Gereedschap om een inbraak te plegen? Ja, dit is volgens mij niet strafbaar. Tje, anders kun je morgen alle ijzerwinkels wel sluiten. Breekijzers verkopen ze allemaal. Dus Jan Brits kwam hier alleen maar voor wat gereedschap. Ach, kom maar toch, Henkie. Daar stik ik toch niet in. Wat wilde hij verder van je? Nou ja, dat ik meedeed. Meedeed waaraan? Nou, hij zei iets groots. Organisatie, een bende. En het zat goed in elkaar, zei hij. Met een knappe kop die alles had uitgedacht. Ja, kijk eens aan het zeggen. Een bende met een knappe kop. Ja. En jij wilde niet meedoen? Nee, ik wou niet meedoen. Zo, kijk. Ze hadden me er ook zo graag bij willen hebben natuurlijk. Hè? Maar met mijn ervaring, mijn vakmanschap. Maar jij zei nee. Ja, zo is het. Ik zei nee. Ja, kijk nou eens, meneer. Ik heb nou een aardige baan. Het is geen vetpot, maar vast loon en geen gedonder met jullie. Kijk, daar is Kleuren-TV. Om het hele is de voetbal op. Ik hoef nooit meer in mijn rats te zitten. Ja, ik heb het daar eigenlijk nog nooit zo rustig gehad als nou. Je zit er inderdaad knap bij. Ja. Zeg, die Brits had het over een organisatie. Heeft hij er niets meer van verteld? Nou, eigenlijk niet, nee. Ik neem toch aan dat Brits jou volkomen vertrouwde. Maar hij heeft helemaal niks gezegd over die knappe kop die alles uitdacht? Nou ja, niks gezegd. Hij heeft natuurlijk wel iets gezegd. Hij wilde per saldo dat ik met hem mee zou doen. Hij vertrouwde mij. En die knappe kop, dat is een soortement van boekhouder. Een, hoe noem je zo'n vogel? Een accountant? Ja, precies, dat klopt. En die vent wist altijd precies waar en wanneer ergens geld lag. En hoeveel. Die jongens hoefden het alleen maar weg te halen. Ja, dat zei hij. Nou, dat klonk mooi, hè? Veelbelovend mooi, dat wel. Ja, dat klonk mooi. Ja. Alleen jammer dat Jan Brits niet zo veelbelovend mooi meer mee kan doen. Hm? Die is dood. En dat is toch niet zo mooi, vind je niet?
Ja, dat is waar. Jan Brits is dood. Was er al iets gedaan? Ik bedoel, hadden ze al ergens een grote klapper gemaakt? Nee, nee, die hele zaak was nog in voorbereiding, hè. Maar het zou wel gauw gebeuren. Waar? En bij wie? Nou, kom nou, meneer. Dan gaan ze mij toch niet in mijn neus hangen, dat weet u toch ook wel. Dus dan vertrouwde Jan Brits jou toch ook niet zo goed? Ja, logisch. Moet je horen, ik ben per slot ook een oude jongen van de vlakte. Natuurlijk was je bang dat ik onder zijn duiven zou schieten, ja toch? Zo gaat het toch? Kijk, daar was de poel al weg geweest voordat ze kwamen. Daar zitten we het in. Ja. Jij weet dus alleen dat ze jou ergens voor nodig hadden. En verder weet je niks. Nou, kijk, helemaal niks. Dat kan ik nou ook weer niet zeggen. Kijk, ik wist niet hoe of wat. Want er hadden ze een naam voor, een soort codenaam. Codenaam? Ja. Jan Brits had het steeds over operatie... Ja, hoe heet zo'n vogel nou? Operatie Harlekijn. Wat? Ja. Operatie Harlekijn? Ja. Wat een naam, hè? Wat een gekke naam eigenlijk. Hè? Zeker een gekke naam. Ja. Harlekijn. Nou, Henkie. Ja. Bedankt, nee, nee, jongen, blijf maar zitten. Ja. Ik kom er alleen maar uit. En misschien is het voetbal op aan de gang. Ajus, Henkie. Het beste. Dag, meneer. Nee, maar commissaris, wat hier? Goedenavond, de kok. Ik hoorde van Fletten dat jij hier om een uur of zeven zou zijn. Het is inmiddels al bijna 8 uur. Enfin, ik was toch in de buurt en ik wilde eens even praten over die moord op Brits. Ik heb uiteraard jullie voorlopig rapport gelezen. Te sumier. Veel te sumier. Ik word lastiggevallen door de pers. Steeds weer vragen over die moord in dat hotel... Het Wapen van Groenland. Ja, daar. Nou, die jongens van de pers die hebben er blijkbaar lucht van gekregen dat die moord op een nogal vreemde manier aan het licht is gekomen. Zo zou het wel kunnen noemen, ja. In ons voorlopig rapport. Rapportje, ja, zeg dat wel. Eén velletje. Ja, wat wilt u? Een voorlopig rapport. Wel, wat die jongens van de pers betreft, ik denk dat die receptionist van het Wapen van Groenland wat loslippig is geweest. En wat ben jij van plan met die schrijver van dat briefje? Met Pierre Brazel. Die ja. Niets. Niets? Niets? Maar de kok, die man, die Brazel, die onderhoudt, of althans onderhield, min of meer uitgebreide contacten met de moordenaar. Dat is toch zo klaar als een klontje? Inderdaad, maar toch is het, voor zover ik het weet, geen strafbaar feit, hoor, om contacten met de moordenaar te onderhouden. Daar gaat het niet om, man. Wat ik bedoel is, jij moet via die Brazel die dader kunnen opsporen. Ik heb er al met Fletter over gesproken en ik heb eruit begrepen dat jij, de kok, dat jij die Brazel zonder meer hebt laten gaan. Wat had u dan gedacht? Gedacht? Ik had gedacht dat jij hem op zijn minst zou laten schaduwen. Och, de zonde van de tijd en van de mensen. Ziet u, commissaris, die Pierre Brazel is echt niet gek, hoor. Althans, niet zo gek als het briefje doet vermoeden. Ik begrijp er steeds minder van. Waarom schreef die Brazel jou dat briefje? Ja, dat zou u beter aan Pierre Brazel kunnen vragen. Ik? Ja, jij durft mij te... Goed, de bedoeling van dat briefje is volgens mij de werkelijke moordenaar buiten schot houden. Pierre Brazel trad vrijwillig op de voorgrond. Als afleidingsmanoeuvre. Opzettelijk. Het is juist een bedoeling om alle aandacht op zichzelf te richten. Is toch zo klaar als een klontje? Het snapt zelfs een kind. Dat laatste was geen prettige opmerking, de kok. Neem me niet kwalijk, meneer. Het was niet hartelijk bedoeld. Ik wilde alleen maar duidelijk maken dat schaduwen echt geen enkele zin heeft. Goed, ik laat het dan verder aan jullie over. In ieder geval wil ik morgenochtend een uitvoerig rapport op mijn bureau. Die jongens van de pers. Nou ja, ik wil niet dat het onderzoek wordt bemoeilijkt door vroegtijdige publicaties. Wij even min, commissaris. Een uitvoerig rapport, de kok. Uitvoerig rapport. Verder! Hoe kwam die commissaris hier nog wel op dit uur? Ik kwam al op de gang tegen. Moest onmiddellijk mee naar zijn kamer. Vroeg met hem van mijn lijf. Het zit hem helemaal niet lekker. Hè? Vooral die Pierre Brazel. Nou ja, hij toont tenminste interesse. Mag het. Maar goed, die moordzaak Brits is ook een vreemde geschiedenis. Ja, goed, hij is de chef. Hij heeft een volstrekte recht om alles te weten. Maar vertel nou eens, hoe ging het in Utrecht? Ik geloof niet dat het een succes is geweest. Je hebt die Marie-Zijlmakers dus niet alleen kunnen spreken? Nee. Ik heb urenlang achter die dikke Toon en die Marie aangelopen. Hij week geen duimbreed van de zijde. Maar gelukkig is Toon niet een van de allersnuggerste. Want hij heeft mij helemaal niet opgemerkt. En Marie? Oh. Had ze jou dan ook niet in de gaten? Ja, die had me vrijwel meteen in de kieren. Oh. Maar het vreemde is, ze waarschuwde die dikke Toon helemaal niet. Ja, dat gaf mij wel moed, dus schreef ik een kort briefje. Dat heb ik er in een cafeetje toegespeeld. Een briefje? Wat stond erin? Of ze vanavond naar de Warmoestraat wilde komen. En als ze dat briefje nou zijn dikke Toon laat zien?
Het was een gok. Die Marie die heeft Dikke Toon ook niet laten merken dat ik ze steeds op de hielen zat, dus... Nou ja, goed. Dat is onder de gegeven omstandigheden het beste wat je kan doen. Afwachten maar. Heb je een nummer nog gebeld? Ja, maar geen gehoor. Ik heb het 4 keer geprobeerd. Laat me even uitzoeken wie het nummer is. Misschien dat het... Ik neem al eventjes op. Met de kok. Een dame uit Utrecht. Is alleen? Ja, goed. Laat me boven komen. Het heeft gewerkt, jongen. Maar die zeilmakers is een aantocht. Dan heeft ze de kantoor dus niks laten merken. En wat gaan we doen? Daar valt niks te tikken. Dat is voor de commissaris. Probeer iets op papier te zetten voor het uitvoerig rapport dat u morgenochtend op zijn bureau wil hebben. Ja, laat dat nog maar even zitten, hè. Ik heb liever dat je aantekeningen maakt over wat die kleine Marie ons te vertellen heeft. Oké. Okay. Binnen. Ik moest hier komen. Nou, moeten. Nee, hoor. We hebben u alleen maar vriendelijk gevraagd of u even langs wilde komen. En we zijn heel erg blij dat u aan het verzoek gevolg heeft gegeven. Gaat u zitten. Nou, hier ben ik dan. Bij de stoel. Ja. Oh, ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Kan ik misschien wat te drinken maken? Koffie, thee? Nee, liever fris. In het koelkastje staan nog een paar flesjes. Ja. Zo, mijn naam is De Kok, met COCK. En dat is mijn collega Fredder. Ja, we hebben ons gisteravond... Of was het nou vanmorgen heel vroeg? Ja, we hebben ons nog niet aan u voorgesteld. Nee, ik wist meteen dat u van de politie was. Daar vergis ik me nooit in. Uw naam is Marie Zeilmakers. En hoe jong, als ik vragen mag? Ik heet Maria Hillegonda Zeilmakers. En ik ben... Nou, schat eens. 20, hooguit. Doet er maar 5 bij. Zo. U bent dus 25. Ja, nou, mijn compliment. Ja, ik geloof niet dat ik hier voor complimentjes ben gekomen. Of wel, soms? Nee, zeker niet. Wij willen eens ernstig met u praten. Mijn collega en ik hadden al meteen de indruk dat u een verstandige jonge vrouw was. Vlei. Nee, dit is geen vleierij. U zou het ook bepaald onplezierig vinden. Wanneer uw vriend Toon in moeilijkheden zou raken, zo niet erger. U weet wat er met Jan Brets is gebeurd. Het is niet helemaal ondenkbaar, ook Toon... Wat kan er met mijn Toon gebeuren? Eerst dit. Weet Toon dat u hier bent? Nee, tuurlijk niet. U heeft hem mijn briefje niet laten zien. Kom nou, meneer Fledder. Eerst lopen uren achter ons aan zonder dat Toon ook maar dat merkt. Dan krijg ik een briefje in mijn handen gefrommeld. Ja, tuurlijk dat ik dat met Toon niet laat zien. Nou, daar zijn we erg blij om. Maar waarom liet u Toon het briefje niet zien? Omdat Toon een grote domme koei is. Een koei? Ja, ik zit geen kwaad bij, maar het is een grote koei. Ik hou van Toon. Of is dat soms een schande? Een schande? Wel, nee. Liefde is... Ieder mens heeft toch recht op liefde? Precies. Zo is dat. En gelooft u mij nou, er zit een goed hart in die jongen. Hm? Het is een sul, groot kind, en hij is met een natte vinger te lijmen. Ja. Maar toch vraag ik me af waarom dat cherubijntje van u ooit naar deze aardse dreven is afgedwaald. Waarom lief? Nou ja, zo lief is die Toon van u ook weer niet, hè. Ten slotte was en is hij misschien nog steeds lid van een bende, de ploege jongens. Dat is hier toch niet een puur engelachtige overweging, of wel? Ja, daar komt er die verdomde Brets, die hufter. Jirik. Jan Brets jutte mijn Toon steeds weer op. Als Brets kwam met zijn mooie poortjes over een grote klapper hier, grote klapper daar, dan zat Toon met rode oortjes te luisteren. Toon. Hij kan zelf niet denken. Hij is altijd weer blij als anderen dat voor hem doen. Zoals de Jan Brets. Jan Brets was de man die voor Toon dacht. Ja. Nou, vertel me nou eens wat over die Jan Brets. Jan Brets is dood. Iemand is mij voor geweest. Maar geloof me, anders had hij van mij vandaag of morgen ratenkruid op zijn brood gekregen. Ja. Nou, het is natuurlijk stom van mij om zoiets aan de politie te vertellen. Goed. Nou, dan weet ik hoe ik over de Brets denk. Ja, dat is ons nu wel duidelijk. En die accountant, die Bracel. Wanneer hoorde u voor het eerst van hem? Nou, dagen 14 geleden. Brets noemde die naam. Hij had het steeds maar over zijn goudmijntje. Ach, en Pierre Bracel was dat goudmijntje. Enig idee wat Jan Brets ermee bedoelde? Brets bedoelde met zijn goudmijntje die Bracel. Die accountant. Ja. Nou, kijk, dus het zo. Zo'n accountant komt in alle grote zaken en bedrijven en bij rijke klanten. Hij weet precies hoeveel geld er is en waar het is. Mm-hmm. Nou, hij zou Brets met zijn ploegie een tip geven en die konden dan de poet weghalen. Makkelijk zat, waar? Zo.
Al met al een heel mooi ideetje, hè? Klinkt erg aanlokkelijk. Ja, en daarom vloog mijn toon er ook aan zijn donder op af. Ja, ja. En zijn er, dat u weet, veel ontmoetingen geweest tussen die accountant en Jan Brets? Nou, dat weet ik niet. Maar een goede week geleden nam Brets die bracel mee naar het zoldertje van Toon. Zeg, de heren hadden besprekingen. Was u daarbij? Ja, nou, ik hield me wat achteraf. Moest op Toon letten, wat dacht ik? U weet dus wat er werd besproken? Ja, weet ik. Ja. Ging het over een kraak? U weet dat Toon niet veel meer wilde vertellen nadat hij zich, zeg maar, versproken had. Ja, 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 dat weet ik. Als Toon er nog achter komt dat u bij de recherche bent geweest, heeft gekletst. Krijgt u er de narigheid mee? Nee, maar krijgt Toon de narigheid mee? Wat betekent operatie Harlekijn? Ja, mijn Toon die krijgt er toch weer last mee, hè? Er is toch nog niks gebeurd wat Toon er meegedaan heeft, of wel? Nee, nog niet. Het plan was om die oude nagwalken neer te slaan. Jan Brets zou dat doen, met een hockeystok. Wat zegt u? Dat Jan Brets het zou doen met een hockeystok. Met een hockeystok? Weet u dat zeker? Ja, steekstok, weet ik veel. Was het idee van die bracel. Hij zei dat je helemaal niet op zou vallen als je s'avonds over straat liep met zo'n ding. Inderdaad. Met zo'n hockeystok val je niet op als je over straat loopt. Een uitgekookte jongen, die Bracel. Vooral het weekend, zei hij, val je niet op. In het weekend? Operatie Harlekijn zou in het weekend worden uitgevoerd. Ja. En er moest een nachtwaker worden neergeslagen. Ja, zaterdagnacht. Het was een zaak waar een oude man nachtwaker was. Jan Brett zou hem neerslaan met een hockeystok. Weet u ook om welke zaak het ging? Ik weet niet goed of ik het wel onthouden heb. Of het er wel goed onthouden heb, hoor. Maar het was, meen ik, in de spuis. Is er ook een naam genoemd? Ja. Waar hebben we? Iets van... Van Bussum of zo. Oh. Hé, schrijf er wel eens op wat ik zeg. Ja, wij onthouden ook niet alles. Hebben ze er niet over gehad of het een kleine zaak was of een grote? Nou, kom. Ze moeten er nog wat meer over gezegd hebben. Ja, nee, het was op de hoek van een steeg. En welke zaterdagnacht zou het gaan gebeuren? Aanstaande zaterdagnacht. Jan Brets ging vooruit om polshoogte te nemen. Bracel zou ze inlichten over de situatie binnen. Ja, er is nog gepraat over hoe groot de buit, de poet zou zijn. Nee, daar hebben ze niet over gehad. Maar het ging om een flink bedrag, dat weet ik wel. Ja, en weet je of het buiten Toon en Brets nog anderen aan die kraak mee zouden doen? Ja, ze hadden het steeds over het ploegje. Ik ken verder geen naam, hoor. Echt niet. Nou, u heeft ons fantastisch geholpen. Ja, maar Toon, wat gaat u nu met Toon doen? Nee, niks, ik ga niks met Toon doen. Het voornemen tot inbraak is nog helemaal zitten. Die kraak gaat toch niet door. Daar zorgen wij wel voor. Maar u... U gaat nu iets voor Toon doen. Ik? Wat dan? U hebt het zelf al gezegd. Toon is blij als een ander voor hem denkt. Niet waar? Jan Brets is dood. Ja, tuurlijk. Zeker. Van nou af aan, dan zal ik voor die koeien denken. Daar kun je donder op zetten. Mooi. Nou, laten we maar gauw terug naar Toon. Voordat er een ander op duikt die het denkwerk overneemt. Nou, van mijn leven niet. Heb u mij verder nog nodig? Nee hoor. We zijn u heel erg dankbaar dat u hier bent gekomen. Alle beste en sterkte, hè, met Toon. Nou, Dan ga ik maar eens, ja. Hè. En u ook bedankt, meneer de Kok, ja, dat u Toon in rust laat. Dag, meneer Flemmen. Goedenavond. Zo, verder. Dat was heel wat. Mm-hmm. Voel deze aantekeningen maar bij het uitvoerige rapport waar je mee begonnen was voor de commissaris. Kan je morgen onder meegenieten met het gesprek dat we met Marie Zeilmakers hebben gehad? Dat wordt een hoop diepwerk. De commissaris wil het zo, zeg tussen twee haakjes. Die zaak in het spuin staat, die ken ik. Oh ja? Dat is de firma van Brunsum op de hoek van de Heisteeg. Ik zal meteen even regelen dat er een paar mannetjes van u af aan die zaak in de gaten gaan houden. Het klopt niet, de Kok. Er klopt niks van. Ik hoop maar dat die onderdeur dikke toch onder de duim kan houden. Ze houdt werkelijk heel veel van die koei. Die hele zaak, die klopt niet, de Kok. Nou, laat het dan eens horen of er volgens jou niet klopt, hè? Misschien zijn we het wel eens, want er klopt inderdaad iets niet. Nee. Kom op, steek me wel. Pierre Bracel, die laat Jan Brets uit Utrecht komen. Dat klopt. Bracel, die heeft de plannen uitgedacht voor een kraak. Hij komt ook op het idee om met een hockeystick die oude nachtwaker neer te slaan. Hm? Nou, en precies diezelfde Pierre Bracel, die schrijft jou een briefje dat hij voornemens is iemand te vermoorden. En die iemand is uitgerekend Jan Brets. Yes, maar wat klopt er dan niet? Ja, waar zit je verstand nou? Jan Brets, die werd doodgeslagen nog voordat die inbraak is gebeurd. Het hangt allemaal als los zand aan elkaar. Is zo onlogisch als het maar zijn kan. Hele juiste conclusie, jongen. Het hangt inderdaad allemaal als los zand aan elkaar en er is geen touw om vast te knopen.
Ik heb het al eerder gezegd, wees voorzichtig met intelligente mensen en trek geen voorbarige conclusies. Ook al lijken het juiste conclusies. Ik mag een boom worden als ik jou begrijp. Ga jij dan maar verder met het uitvoerige rapport van de commissaris. Zet die morgen op zijn bureau. Heeft hij ook een fijne dag. En wij gaan morgen verder. Verder? Waarmee? Jij gaat morgen naar de firma van Brunsum en je probeert of je die nachtwaker te pakken kunt krijgen. En pols de directies over hun zaken. Nee, moet ik ze niet waarschuwen voor aanstaande zaterdagnacht over die voorgenomen inbraak? Je kunt ze voorzichtig uitleggen waarom we die zaak extra in het oog houden. Oh, en die nachtwaker? Nachtwakers zijn meestal overdag niet op hun werk. Knap van je, zeg. Heel goed opgemerkt. Vraag erbij van Brunsum naar de naam en de adres van je nachtwaker. Dat is goed. Dus als ik hiermee klaar ben, dan is het voor vandaag genoeg? Is meer dan genoeg. Ik ga naar huis. Ik neem een lekker voetbad en dan ga ik behoorlijk slapen. We moeten ons één ding afvragen. En dat is? Waarom in hemelsnaam werd Jan Brits vermoord? Waarom? Ik ben blij dat ik u niet stoor, meneer Peters. Ik dacht dat nachtwakers overdag zouden slapen. Nee, nachtwakers slapen niet de hele dag. Zo, dus u bent van de politie? Ja. Rechercheur Fledders. Zonder S hoor, gewoon Fledder. Ja, de directie van Van Brunsum gaf mij uw naam en adres. Het schijnt dat er iets op handen is. Iets op handen? Ja, ik wou even met u praten. We hebben een tip gekregen over een mogelijke poging tot inbraak. Ach. Ja, tenminste, er zijn plannen die in die richting wijzen. Ja, loopt u even mee naar de keuken, dan zet ik ondertussen een kopje thee. Ja, of hebt u misschien liever koffie? Nou, wat drinkt u? Drink gewoon met u mee hoor, thee, koffie, het is moment even. Nou, ik drink om deze tijd meestal thee. Gaat u toch zitten, meneer Fledders. Dank u wel. U heeft er toch geen bezwaar tegen, hè, dat ik een paar vragen stel? Nee, natuurlijk niet, maar wilt u suiker en melk in uw thee? Ja, alleen suiker natuurlijk. Ik neem altijd een klein wolkje melk. Doet u dit werk al lang, meneer Peters? Ruim 2,5 jaar, sinds de dood van mijn vrouw. Ach, ik moest heel wat om handen hebben. Een man alleen moet wat te doen hebben. Je versukkelt zo gauw. Mijn dochter had gelijk. Maar zei ze, je verkniest helemaal. Ja, dat zei ze. En toen heeft ze me in contact gebracht met de firma van Brunsum. Met de directeur, meneer van Brunsum. Ja, en zo werd u nachtwaker. Oh, maar dat kwam ook heel goed uit hoor. Ik woon hier bij mijn dochter in. Oh. Ja, als ik 's morgens van mijn werk thuis kom, dan maak ik voor haar het ontbijt klaar. En wek haar, zodat zij naar het kantoor kan gaan. Als zij slaapt, dan werk ik. En andersom. Zo loopt je elkaar niet voortdurend voor de voeten. Nee. Oh, maar we kunnen heel goed met elkaar overweg, hoor. En uw dochter werkt ook bij Van Brunsum? Nee, dat heeft u verkeerd begrepen. Wacht even de thee, hè. Ja, ik was vroeger leraar. Leraar aan de kunstnijverheidsschool. Ach. Kunstgeschiedenis. Oh, mooi vak. U bent gepensioneerd? Ja, ik ben al ruim 69. Oh. Nog even en ik ben de 7 kruisjes gepasseerd. Ja, het gaat hard, maar nog altijd goed gezond, hè? Zo, en nu een kopje thee. Wilt u in plaats van melk misschien een drupje citroen? Nee, maar dat kan wel suiker is genoeg. Ik doe in mijn thee wel eens een scheutje rum, heerlijk. Daar word je zo lekker warm van binnen. Ja, bijna 70. Dat zou je niet zeggen. U ziet er toch bijzonder vitaal uit. Oh, maar dat ben ik ook. Als het erop aankomt, sta ik nog best mijn mannetje. Heeft u tijdens het nachtwaken wel eens moeilijkheden gehad? Nee, gelukkig niet. Ach, er is bij ons niet zoveel te halen, hoor. Nee? Feitelijk stelt dat hele nachtwaken niet veel voor. Ik knap 's nachts wel wat kleine karweitjes op. Ja, er is een klein werkplaatsje bij. Maar de firma vindt het toch noodzakelijk dat er 's nachts bewaking is? Ach ja, dat wel. Je kunt per slot nooit weten. Nee. En waakt u ook in het weekend? Ik bedoel de nacht van zaterdag op zondag en de nacht van zondag op maandag? Zeker wel, ook in de weekends. Ook het aanstaande weekend? Nee, het aanstaande weekend niet. Het aanstaande weekend niet? Komt er dan een vervanger? Nee, ook geen vervanger. Is de thee goed, niet te weinig suiker? Hm.
Deze heer, ik zal hem nemen. Er is dus aanstaande zaterdagnacht geen bewaking? Nee, maar dat kan best voor een keertje. Maar dat zei meneer Van Brunsum ook nog toen ik het hem vroeg. Het zou ook wel heel toevallig zijn als er juist in de nacht van aanstaande zaterdag op zondag iets zou gebeuren. Waarom bent u er dan niet? Er is een feestje. Mijn dochter en ik zijn aanstaande zaterdagavond uitgenodigd voor een feestje. Ja, het kan laat worden en vandaar dat ik die nacht niet hoef te waken. Nog een kopje thee, meneer Fladder. Nee, dank u wel. Ik heb nog. Ja, u zei iets dat er iets op handen was. Ja, we hebben een tip gekregen dat er een inbraak gepleegd zou worden. Oh, maar dan toch niet bij ons. Bij de firma Van Brunsum is nooit geld in huis. Door de week ja, maar in het weekend zeker niet. Nee, dan is er niks te halen. En wat is dat voor een feestje waar u en uw dochter naartoe gaan? Mijn dochter is al jaren secretaresse op een accountantskantoor. Haar chef, meneer Bracel, heeft ze... maar meneer Fladder toch. Het gaat wel weer, ik verslikte me. Meneer Bracel geeft zaterdagavond bij hem thuis een intiem feestje voor het gehele personeel. Hij nodigde niet alleen mijn dochter uit, maar ook mij. Aardig, vindt u niet? Ja, dat is heel aardig van die meneer Bracel, zei u. Ja, schrijft u dat allemaal op? Is dat belangrijk? Ja, routine noemen we dat. Nou, meneer Peters, ik geloof dat ik wel genoeg weet. Ik zal niet langer beslag op uw tijd leggen. Tijd is nou het enige waar ik genoeg van heb. Ja, dat begrijp ik. Maar op mijn tijd... Oh ja, wanneer werd u en uw dochter uitgenodigd voor dat feestje? Weet u dat misschien nog? Ja, dat zal ongeveer 2 weken geleden geweest zijn. Meneer Peters, bedankt voor het kopje heerlijke thee en vooral uw inlichtingen. Inlichtingen. Ik heb een paar vragen beantwoord en het was geen enkele moeite. Maar meneer Fladder, vindt u het niet vreemd dat er een inbraak verwacht wordt? Weet u wel zeker dat het over onze firma ging? Och, het was maar een tip, weet u. Een inbraak. Juist in de nacht dat er geen bewaking is. Nou, we krijgen zoveel tips, meneer Peters. Dit kan natuurlijk een toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Nou, in ieder geval, nogmaals bedankt, meneer Peters. Fladder, jongen, dit is het toppunt. Zoveel toevalligheden bij elkaar. De kraak is gepland juist in de nacht dat de nachtwaker erin is. En die nachtwaker is notabene de vader van de secretaresse van onze Pierre Bracel. Pierre Bracel geeft een intiem feestje. Ja, ik was ook met stomheid geslagen. Niet te geloven. Ik verslikte me in mijn thee toen Peters me dat vertelde. Dat kan je wel begrijpen. Ja, dat is ook het enige wat ik ervan begrijp. De nachtwaker zou door Jan Brets met een hockeystick worden neergeslagen. In de nacht van zaterdag op zondag. Ja. Maar hij werd er zelf mee neergeslagen. En hoe? Hartstikke dood. Er moet ergens een kortsluiting zitten. Want er hoefde helemaal geen nachtwaker te worden neergeslagen. Wacht eens. Die hockeystick, die was met veel zorg geprepareerd om de nachtwaker mee neer te slaan. Een nachtwaker die er helemaal niet zal zijn omdat die is uitgenodigd op een gezellig feestje bij Pierre Bracel thuis. Die hockeystick die was dus niet geprepareerd om er een nachtwaker mee dood te slaan. Ja, wacht, ho, wacht even, niet doordraven. Er wordt een feestje georganiseerd door onze Pierre Bracel. Ja, mag ik je er even op wijzen dat volgens Peters er niks, zo goed als niks, te halen valt bij die firma Van Brunsum? Ja, dat heb je ook voor de directie gehoord? Ja, ik vond het zo'n belangrijke informatie dat ik hem nog even heb geverifieerd bij de directie. En ze beaamden dat volledig. Meneer Van Brunsum begrijpt absoluut niet wat inbrekers in het pand dachten te vinden. Er is daar dus helemaal niks te halen? Nee, het grote geld gaat elke dag rechtstreeks naar de bank. Het kleine geld uit de kleine kast, dat neemt de heer Van Brunsum elke avond zelf mee naar huis. Er is geen touw om vast te knopen. Is een accountant, Pierre Bracel? Nee, een Brouwerstein. En Pierre Bracel is ook vroeger nooit een accountant geweest? Nee, nooit. Ja, dat begrijp ik niet. Want hoe kon het dan zijn dat zijn secretaresse zoveel invloed had bij Van Brunsum dat deze haar vader in dienst nam als nachtbaak? Nou, er is misschien een verklaring voor. Van Brunsum en Bracel kennen elkaar goed. Ze zijn al vrienden sinds hun schooltijd. Verder, we maken ergens een fout. Een blunder van de eerste orde. Ik geloof dat ik het begrijp. Zo? Ja, het wordt mij zo zoetjes aan duidelijk. Luister. Nou, daar ben ik dan blij om. Is er tenminste één hier iets van begrijpt, ja, hè? Luister nou even. Pierre Bracel nodigt die nachtwaker uit op een feestje. Ja. Nou, dan kan die nachtwaker dus niet worden neergeslagen. Want
Pierre Brassel die wil niet dat de vader van zijn secretaresse het slachtoffer van die kraak wordt. Een kraak bij een firma waar niks te halen viel. Ja, maar dat weet die bende toch niet? Die voeren die operatie Harlekijn gewoon uit en die ontdekken dat de... verrek, dat klopt ook niet. Wat zei Marie Zeilmakers over die bespreking bij Dikke Toon, goede week geleden? Dat de nachtwaker zou moeten worden neergeslagen met een hockeystick. Juist. Maar een week eerder al had hij Peters met zijn dochter uitgenodigd voor het feestje. Waarom zei Brassel dan niet dat er helemaal geen bewaking zou zijn? Dat wist hij toch? En hij wist dat er helemaal niks te halen viel. Niks grote klappen. Ja, en toch werd die hele operatie Harlekijn voorbereid. Jan Brets ging vooruit op verkenning. Hij nam zijn intrek in het hotel, het Wapen van Groenland. Waarom? Waarom zoveel? Waarom dit en waarom dat? En waarom werd Jan Brets met die hockeystick doodgeslagen? Brets was juist nodig voor die inbraak. Wacht eens even. Er was helemaal geen kraak. Niks grote klapper. Dat hele plan dat was in elkaar gezet. Een maskerade. Enkel en alleen om Jan Brets in het Wapen van Groenland te krijgen. Fledder, jongen, dat is het. Samen een valstrik. Jan Brets werd in de val gelokt. Maar waarom? Waarom? Er zijn zoveel waaroms. Waarom dit? Ja, waarom dat? Ja, dat weet ik maar wel. Nou, toch moeten we dat vasthouden. Jan Brets werd in de val gelokt. Hij is door Pierre Brassel in de val gelokt. Niet gek, maar blijft toch het waarom. Hoe wist Brassel bijvoorbeeld af van het bestaan van ene Jan Brets? Pierre Brassel is een keurige, fatsoenlijke, alomgeacht accountant in Amsterdam. Jan Brets is een jonge baaiersklant van de vlakte in Utrecht met een strafblad van hier tot gundig. Wie kon er zoveel belang bij hebben dat de Jan Brets, inbreker, oplichter, moordenaar, besloot te doden? Was dat soms Pierre Brassel? Nee. Niet Pierre Brassel. Hij heeft een perfect alibi. Hij was die avond bij ons op het bureau. Hij zat hier toen Jan Brets werd afgemaakt. Maar Pierre Brassel wist er wel alles van. Pierre Brassel. Steeds weer komen we bij hem terecht. Hij is de man waar alle barons beginnen en ophouden. Nou, kom verder. We gaan hem vragen. Jij wilde hem gewoon gaan vragen? Ja, we gaan naar hem toe. En we gaan het heel gewoon op de man afvragen. Ik word hier anders stapelgek van. Vooruit dan maar. Op naar Ouderkerk aan de Amstel. De band nog licht. Maar we hebben tenminste kans dat Pierre thuis is. Kom ik over. Heren? Goedenavond, mevrouw. Bent u mevrouw Brassel? Jazeker. Mijn naam is De Kok. Met COCK. Dat is mijn collega Vledder. Goedenavond. We zijn met de recherche. Mogen we binnenkomen? We wilden graag uw man even spreken. Maar natuurlijk. Komt u binnen. Dank u. Wil de heer mij maar volgen? Deze heer wil u spreken. Kom toch verder, heer. Dank u. Maak wat koffie voor de heer, wil je? Zo, gaat u zitten. Oh, ogenblikje even de muziek afzetten. Zo. Komt zo koffie. Tja, ik heb eens ergens gelezen dat koffie het levenselixer voor iedere politieman is. Is dat zo? Het zou kunnen, meneer Marcel. Ik weet niet of er ooit een grondig onderzoek er is gedaan. Maar het zou kunnen. Koffie is een tonicum. Een onschuldige inspiratiebron. Er zijn echter ook mensen die sterke prikkels nodig hebben om geïnspireerd te worden. Ja, dat zal wel, ja. Wel, wat een verrassing. Nou, mijn vrouw komt er zo aan met koffie. Ja, ze zet voortreffelijke koffie. Mijn vrouw is van Duitse origine en ze kan geweldig koken en koffie zetten. Ja, ze is, mag ik wel zeggen, een magische vee in de keuken. Ja. Dat lijkt me heel prettig voor u. Oh, dat is het ook. Ja. Ik kan zoveel eten als ik wil. Ja, ik bedoel dat ik geen enkele aandacht heb voor... Corpulentie? Zoals ik bijvoorbeeld? Inderdaad, ja. In onze familie komt het John Bull type niet voor, nee. Ik kan mij volledig aan het
culinaire genie van mevrouw Onderwerpen. Ja. Oh, maar dat moet geweldig voor u zijn. Eten. Vindelijk eten. Het schaadt mij niet in het minste. Vraagt u zich niet af waarom wij u hier komen opzoeken, meneer Bracel? U zegt? Heeft u enig idee waarom wij hier zijn gekomen? Oh, nou dat ligt voor de hand. We zouden de vrij plotselinge dood van Jan Brets in dat hotel zit u waarschijnlijk dwars. Beroepshalve natuurlijk. Want ik neem niet aan dat u daar persoonlijk door getroffen bent. Daar zou u zich wel eens in kunnen vergissen. Oh ja? Ach, nou ja, dat is mogelijk. Wel, uw onderzoek in deze zaak heeft u tot nu toe weinig positiefs opgeleverd. U heeft te weinig aanknopingspunten. Ja, door mijn briefje en misschien nog meer door mijn bezoek aan uw bureau heeft u het overigens gerechtvaardigde vermoeden dat ik u de dader van die moord zou kunnen noemen. En is dat dan niet zo? Koffie. Met de specialiteit van mijn vrouw, chocoladetaart. U kunt zelf suiker en room nemen als u dat wenst. Wilt u ook een stukje taart, meneer de Kok? Heel graag, mevrouw. Ja, dank u wel. En u ook, meneer Vleden? Oh ja, graag. Pierre? Jij pakt zelfs wel, hè? Ja, inderdaad. Ik heb geen woord te veel gezegd, mevrouw. Deze taart is verrukkelijk. Als mijn vrouw dit recept zou kennen, zeker een familiegeheim, mevrouw Marcel. Maar natuurlijk kan ik uw vrouw dat recept bezorgen. Dat zou ze geweldig vinden. Dat weet ik zeker. Zo'n recept. Familiegeheim. Ja, dat is een kwestie van traditie. Mijn vrouw stamt uit een oud-Duits geslacht. Ja, bijzondere recepten uit de familie werden steeds van moeder op dochter doorgegeven. Nou, dat is een traditie die beslist de moeite waard is om in ere te houden. Er zijn in onze familie tradities die... Ja, die wat minder onschuldig zijn, hè? Ja, mijn vrouw doelt op een paar boertige gebruiken die vermoedelijk nog uit de middeleeuwen stammen. Niet waar, Marianne? Zo. Zulke oude tradities. Meneer de Kok, vertelt u eens. Heeft u bij uw onderzoek nog fouten achteraf kunnen ontdekken? Dat is moeilijk te zeggen. Er zullen bij de moord op Jan Brets beslist wel fouten zijn gemaakt. Ik moet echter bekennen dat ik ze nog niet heb ontdekt. Maar dat zegt nog niks. Dat wij geen fout hebben gevonden, dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ach, dat is toch volkomen onlogisch. Want fouten, meneer Vledder, fouten zijn pas dan fouten wanneer ze ontdekt worden, eerder niet. Niet ontdekte fouten hebben geen realiteit, nietwaar? Er is maar één realiteit. De moord op Jan Brets. En over logica gesproken, meneer Bracel. Kunt u begrijpen hoe een verstandig man, een rustig en geacht burger met een lieve vrouw, twee kinderen en een goede positie, zo roekeloos kan spelen met 20 jaar van zijn leven. 20 jaar? Waarvoor, als ik vragen mag? Voor moord. Pierre. In Nederland 20 jaar voor moord? Bespottelijk. Bovendien, ik heb geen moord gepleegd. Er bestaat ook nog zoiets als medeplichtigheid, meneer Bracel. En medeplichtigheid aan moord wordt ook zwaar gestraft. Medeplichtigheid. Wacht even. Hier. Waar is het? Hier. Het hele wetboek van strafrecht. En alle jurisprudentie van de laatste 100 jaar. Hier, ik heb dit doorgeworsteld. Me laten voorlichten door de beste advocaten. Indrukwekkend. U was dus goed voorbereid. Overigens, meneer Bracel, iemand die onschuldig is, hoeft al die moeite toch niet te nemen? Nee, niet iemand die onschuldig is. Indien u uit mijn gedragingen in zaken de moord op Jan Brets medeplichtigheid zou kunnen destilleren, nou, dan bent u knapper dan alle openbare aanklagers en rechters van deze eeuw. Meneer Bracel, ik ben geen openbaar aanklager en ook geen rechter. Als eenvoudig rechercheur hoef ik uw medeplichtigheid niet te bewijzen. Aan een simpel vermoeden heb ik al genoeg om u vast te houden. Oh ja? Over de redelijkheid van een dergelijke arrestatie kunnen we achteraf discussiëren. Ik ben volledig op de hoogte van uw bevoegdheden. U kunt mij niet arresteren. U kunt niets tegen mij ondernemen. U heeft daar het recht niet toe. U verdoezelt van mij een moordenaar en u spreekt over recht. Meneer Bracel, het wordt tijd dat u dus eindelijk gaat inzien dat u een spelletje met het briefje over een voorgenomen moord, die nog gebeurde ook, alleen maar kunt spelen omdat u vertrouwen stelt in mijn eerlijkheid als mens en mijn betrouwbaarheid als handhaver van de wet. Dat, meneer Bracel, dat is de enige basis van uw vrijheid. Maar ik begrijp u niet. Wat heeft uw eerlijkheid met mijn vrijheid te maken? Als u het wetboek zo goed heeft bestudeerd, dan weet u
dat op u de plicht rust om Jan Bres vooraf op de een of andere manier te waarschuwen dat hij vermoord zou worden. Maar dat heb ik ook gedaan. Ik schreef een briefje. U zult dat ongetwijfeld gevonden hebben. Wat? U schreef een briefje? Nee. Nee, dat hebben we niet gevonden. Maar dat moet! Dat moet! Onder het... Onder het lijk? Nee. Niets gevonden. Dat moet! Het spijt me, er was geen briefje. Ik ben bang dat het briefje alleen maar in uw verbeelding bestaat. Dus moet ik aannemen dat u Bets niet heeft gewaarschuwd. Terwijl u wist dat zijn leven gevaar liep. Groot gevaar. Toch heb ik dat briefje geschreven. Ja, dat zegt u. Kunt u het ook bewijzen? Meneer Brazel, ik heb geen andere keus. Niet waarschuwen is een strafbare nalatigheid. U heeft het... U moet dat briefje gevonden hebben. U heeft het gevonden. Dat moet, dat moet. Wat is dat nou, meneer Brazel? Voelt u zich niet meer zo zeker van uw zaak? Dat is gemeen. Dat is laaghartig en vals. U heeft dat briefje. Natuurlijk heeft u dat briefje. Onder het dode lichaam van die Bretts heeft u dat briefje gevonden. Dat kan niet anders. Ik heb het geschreven en... En wat, meneer Brazel? Meneer de Kok, u wilt mij mijn beangstigen. U heeft dat briefje wel gevonden. En u wilt hem alleen maar duidelijk maken dat u zou kunnen zeggen dat er geen briefje was. Ja, dat zou u kunnen zeggen als u een oneerlijke mens was. Ik kan niet slapen. Zo veel lam. Kom, doe zoetjes, kind. Ik breng dich weer ins bed. Nee, ik wil mijn hampel, man. Maar zo goed, zo goed. Kom, kom. Een van uw kinderen? Nee. Het is een logeetje. Ingrid. Het is een dochtertje van mijn zwager. Het is de boer van mijn vrouw. Dus. Het spijt me. Dat kind is natuurlijk wakker geworden van uw geschreeuw over dat briefje. Waarschijnlijk, ja. Luister eens, meneer Brassaal. U en ik zullen er eindelijk eens open kaart moeten gaan. We moeten toch echt wat hoogstig aan doen. Het kind is snel wakker. En meneer de Kok, ik hoop dat die problemen van dat briefje zijn opgelost. Dat waarschuwingsbriefje, mevrouw Brazel, dat heb ik inderdaad gevonden. Ik wist het wel. Het lag, zoals uw man al veronderstelde, onder het dode lichaam van Jan Bretts. Oh, gelukkig maar. Zal ik nog maar een keer koffie aanschenken? Heel graag, mevrouw. Ook meneer Vleder? Ja. En jij, Pierre? Ja, graag, ja. Ja, nog een kopje, ja. Speelt u nog steeds hockey, meneer Brassin? Hockey? Ik? Hoezo? U was toch meer voor van de hockeyclub Kwik? Ja, dat was vroeger, jaren geleden. U was, meen ik, vooral befaamd om uw slagtechniek. Of is het stiktechniek? Misschien zeg ik het wel verkeerd, ik ben namelijk geen expert wat hockey betreft. Zo, voor allemaal nog een kopje koffie en een stukje taart. Maar dat is echt ons laatste kopje, mevrouw. We moeten hoogdonderdag weer eens terug naar het bureau. Niet waar, mijn beste Fledder? Bureau? Ja. Bureau. Zeg, die Brassel die had het net even niet meer, hè? Toen jij ontkende dat je dat briefje gevonden had. Nee. Het was niet helemaal eerlijk, maar dat was een goede zet. Ja, Pierre Brassel raakte wat uit zijn evenwicht. Ja. Dat was toch net de bedoeling. Oei, ik heb slaap. Hey, Fledder. Ja? Laat die warm moest dat maar zitten. Dan breng me maar rechtstreeks naar huis. Ja, is goed. Ja, we zullen ook naar huis gaan. De rest komt morgen wel. De Kok. Er is vanavond iets gezegd. Iets dat heel... Er is vanavond zoveel gezegd. Nee, ik bedoel... Er was iets, echt iets. Op een gegeven moment zei hij... Verdomme, ik kom er maar niet op. Het ligt op het puntje van mijn tong. Ja, je zal moe zijn, jongen. Net als ik. Nee, dat is het niet. Oh. Nee, heel even was er iets. Iemand zei iets. Echt verdomme, ik ben het kwijt. Nou ja. Zeg, was die Pierre Brassel een goede hockeyspeler? Oh, ja, zeker. In zijn jonge jaren was hij een fanatieke hockeyliefhebber. Oh. En die hockeystick waarmee Jan Bretts werd vermoord... Was die van hem? Ja, inderdaad. De jongens van het lab hebben nog vaak de initialen PB in het hout teruggevonden. Ah. Zouden die jaren geleden ingekast te zijn. Ik begrijp die Brassel niet. Hè. Die vent die speelt toch met vuur. Als hij door zijn bezoek aan ons geen onweerlegbaar alibi had... dan zat hij al lang achter slot en grendel.
Het zou me zelfs niet verbazen als hij uiteindelijk voor die moord zou worden veroordeeld. Oh, zeker. Met alle aanwijzingen die wij naar voren kunnen brengen wel. Ja, maar juist door dat alibi blijft er geen spaan heel van al onze aanwijzingen. Brussel. Hij bezocht ons juist die avond voor een alibi. Ja, maar voor een moord waar hij tot zijn nek toe in zit. Het bevalt me niet, de kok, het bevalt me helemaal niet. Nou, laten wij het er voorlopig op houden dat Pierre Brassel vrijwillig meewerkt aan de voorbereidingen. Huh? Ja. Dat betekent dat hij met de moord akkoord ging. Of dat hij geen overwegende bezwaren had. Fletcher, vertel me nou eens. Waarom wordt er een moord gepleegd? Het hebzucht, jaloezie, wraak, angst, chantage. Dat zijn allemaal motieven om een moord te plegen. Ja, of te laten plegen. Ja. En welke motieven vallen er in het geval van Jan Brets af? Nou, hebzucht. Er was bij die Jan Brets niks te halen. Jaloezie. Of zou Jan Brets iets te maken hebben met die mevrouw Brassel? Ja, gek. Nonsens. Wacht eens, dan blijft het over. Wraak, angst, chantage. Ja. Ik moest maar eens in dat dossier van die Brets duiken. Nou, misschien dat er iets te vinden is voor een mogelijk motief. Morgen. Morgen is er weer een dag. Morgen de kok. Uitgeslapen? Ik ben altijd uitgeslapen. Dat moet jij weten. Morgen. Zo, je bent al ijverig bezig met het dossier voor die Brits. Zeg, leer jij het dossier soms uit je hoofd? Je hebt niet eens koffie gezet. Oh, als je koffie wil, ga dan maar naar de commissaris. Hij heeft al twee keer naar je gevraagd. Hij wil een uitvoerig rapport. We hebben hem toch het verslag van het gesprek met Marie Zeilmakers gestuurd? Ja, dat is een verslag. Volgens de baas lijkt het niet op een uitvoerig rapport. Het schijnt dat hij daar een hele andere voorstelling van heeft. Dus als je gaat, en dat zou ik maar doen, maak je borst maar nat. Met de kok. De kok, kom onmiddellijk hier. Zo. Die is niet in zijn knollentuin. De morgen stond er met de commissaris beslist geen goud in de mond. Nou, tot straks. Ik ga maar. Ja, sterkte. Noem jij dit een uitvoerig rapport? Och, uitvoerig. Samen met het voorlopige rapport moet het u toch enig inzicht kunnen geven. Zo, vind jij dat? Er is een moord gepleegd, de kok, in het wapen van Groenland. Mijn hemel, dat is eergisteravond gebeurd. Wat wilt u dat wij... Niet ik wil. De directie van dat hotel wil dat die kamer vrijgegeven wordt. Die kamer kunnen ze verhuren. Dat wordt een schadepost die ze wel eens op ons zouden kunnen verhalen. Maar toch maar nog aan toe, is heel normaal. Jammer, dat is nu al over een schadepost. Onderzoek is nog maar net van de grond. En die hoteldirectie die zijn het al. En de commissaris stuurt over een uitvoerig rapport. Valt me nog mee dat er geen vragen in de Tweede Kamer gesteld zijn. Weet de minister wel... Eruit! Donder op! Dag, zit met een zenuwbal. Zeker een rachelijke avond vanaf mijn schrijf. Hebben we nog geen koffie gezet? Hé, hey, ben je alweer terug? Geen koffie gehad? Zelf een kopje zetten. Oh, graag. Ik heb er echt een koffie toe. Kok? Met mevrouw Brassel, meneer de kok. Ach, mevrouw Brassel. Wat kan ik voor u doen? Ik wil u en uw vrouw uitnodigen voor een fancy fair. Vanavond. Ja, dan geef ik uw vrouw gelijk een recept. Ach. Dat is erg vriendelijk van u. Waar is die fancy fair? Hier, in de oude kerk aan de Amstel. Dit boetcentrum. Mevrouw Brassel. Nodigt u ons uit of nodigt uw man ons uit? Wij allebei eigenlijk. Ziet u, wij dachten dat... En is uw man daar vanavond ook? Ach, maar natuurlijk. Waarom vraagt u dat? Beste mevrouw Brassel, dat ligt er voor de hand. Misschien heeft uw man weer een waterdicht alibi nodig. Maar ik begrijp u niet. Oh, maar u begrijpt het heel goed. Wij moeten uw man voor vanavond weer een alibi verschaffen. Ik vraag me af, mevrouw Brassel. Wie wordt er dit keer vermoord?
Wel alle donders. Fledder. Ik heb het. Ik heb het. Ik wist het wel. Er is gisteravond iets gezegd. Nou, wat heb je dan? Wat is er dan gezegd? Hampelman. Wat? Weet je het nog? Dat kleine meisje dat vroeg om haar Hampelman. Ich will mein Hampelman. Dat zei ze. Ja. Die naam, de kok. Die naam. Jacob Hampelman. Hampelman. Die antiquaire. Jacob Hampelman, ja. Ja, die roofmoord in Haarlem die werd gepleegd op die antiquaire. Op Jacob Hampelman. Die roofmoord werd gepleegd door Jan Brets en zijn gabbertje. Jacob Hampelman werd beroofd voor 11 gulden en 13 cent. Hampelman betekent trekpop. Harlekijn. Verder. En wie was dat vriendje waarmee Jan Brets die roofmoord pleegde? Dat was een Reinier Kapperman. Je bent heel goed mee, hoor. Heel goed. Het motief voor die moord op Jan Brets was wraak. Jacob Hampelman moest gewroken worden. En het volgende slachtoffer is die Reinier Kamperman. Ja, we moeten zo snel mogelijk die Reinier Kamperman waarschuwen. Wat was dat voor telefoontje? Ja, mevrouw Brassel nodigde mij en mevrouw uit voor een fancy fair ergens in Oudekerk aan Amstel, in het buurtcentrum. Ik vroeg haar of het soms weer was om een man een alibi te verschaffen. Ik vroeg haar wie er dit keer vermoord zou worden. Toen hing ze hevig geschrokken op. Verdomme, ik weet niet eens hoe laat die fancy fair begint. Maar dan wordt alles duidelijk. Als er iemand vermoord wordt vanavond, dan is dat Reinier Kamperman. Alleen, ik begrijp niet hoe alles nou precies in elkaar zit. Ja, dat is dan voor later zorg. Zoek jij uit dat je het adres van die Kamperman kunt vinden. Ik bel mevrouw Brassel om te weten hoe laat die fancy fair begint. Ja. Kijk, hoe laat is het nu? 11 uur geweest. Nou, kom, vooruit, we moeten opschieten. Geen koffie? Ja, we drinken onderweg alleen als ik kom. Kom, vooruit. Zou die daar nog wonen? Ik weet niet, hoor. Ik hoop het. Dat is 8 jaar oud. Ja. Reinier Kamperman, Kraaienlaan 248, Loosdrecht. We moeten het proberen. Nou, we weten in ieder geval dat die fancy fair om 19:30 vanavond begint. Mm-hmm. Waarom moesten we nou nog eerst naar Haarlem? Daar hebben we toch kostbare tijd mee verloren. En wat moest je eigenlijk doen bij die directeur van de jeugdgevangenis? Oh, ik wil niet nagaan. Zeker zijn of het klopte. En op het bureau heb ik even snel dat proces-verbaal doorgenomen van die roofmoord destijds op die antiquaire. Oh. Ik weet nu het een en ander over hem. Over wie? Over Jacob Hampelman. En wat weet je dan nog meer? Later, mijn jongen. Later. Oh, we worden weer geheimzinnig. Nou, hier moet het zijn. Kraaienlaan 248. Ik zie al die naambordjes. Dat is vast het station. Ja, dat kan best. Ik zal maar eens even bellen. Nou, we gaan een verfje hebben. Ja. Aan de deur wordt niet gekocht. Je kan toch lezen? Wij zijn van de politie, mevrouw. Recherche. Alsjeblieft. Mijn legitimatie. Verrek, zien die er zo uit? Ja. Politie? Wat moet u van mij? Ach, wat inlichtingen. Hier heeft 8 jaar geleden ongeveer een Reinier Kamperman gewoond. Klopt dat? En woont hij hier nog? Hier woont geen Kamperman. Ja, het is al wel een tijdje geleden, maar herinnert u zich die persoon nog? Of ik me dat persoon nog herinner. De schoffie is me nog huur schuldig. Oh. Hij is verdwenen en later hoorde ik dat hij in de bak zat. Ja, huurders. Is altijd malheur. En weet u misschien wat bij hem kunnen vinden? Nou, heeft hij weer wat uitgehaald? Verbaast me niks. We moeten hem spreken, meer niet, mevrouw... Therese. Mijn naam is De Kok, met C-O-C-K. Zo. En dit is mijn collega Fledder. Ja. Heeft u misschien een adres voor die Kamperman? Hoe zou ik nou moeten weten waar die tegenwoordig woont? Misschien dat hij wel weer in de bak zit, je weet nooit met dat soort. Hé, hey, maar wacht eens. Oh. Wacht eens even. Er schiet me ineens wat er binnen. Mijn dochter vertelde dat ze hem laatst had gezien. Ach, en waar heeft uw dochter hem gezien? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat moet u aan mijn dochter vragen. Waar kunnen wij uw dochter vinden, mevrouw Driesen? Dat is hier dichtbij. Hotel De Zwaan op het Eikenplein. Dat is hier schuin achter, nummer 7, Eikenplein. Ze werkt daar als receptioniste. Hotel De Zwaan. Mm. En uw dochter heet ook Driesen? Nee, Driesen is haar meisjesnaam. Ze is getrouwd. Ze heet nou mevrouw Van Duren. Oh, nou dank u wel, mevrouw Driesen. Dank u wel. U hebt erg goed geholpen, hoor. We gaan eens even kijken bij het hotel. Dag, heren. Goedendag, mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw.
Wij zijn van de politie. Wilt u een paar vragen stellen over een Reinier Kamperman? Kunt u zich legitimeren? Oh, maar zeker. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Reinier Kamperman. Tja, dat was een man die bij mijn moeder een kamer heeft gehad. Ja, wacht even. Ja, van die kamer weten we. Maar uw moeder vertelde ons dat u een tijd terug nog heeft gezien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wanneer? Wanneer is dat geweest? En weet u nog waar u hem hebt gezien? Hier. Hij heeft hier een keer in het hotel overnacht. Ja, al een tijdje terug. Ja, ja. Als hij hier heeft overnacht, dan staan zijn naam en adres natuurlijk in het hotelregister, of niet? Ja, vanzelf. Het is hier een keurig hotel. We houden ons aan de regels. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Maar denk je nou eens even goed na. Was dat kort geleden, lang geleden, verleden jaar, nog langer misschien? Ja, dat moet verleden jaar zijn geweest. Ja, we waren pas terug van vakantie. Benidorm. Ja, het moet verleden jaar geweest zijn. Wanneer ging u met vakantie? Oh, in mei, begin mei. Ja, ik moet altijd vroeg in het seizoen in verband met het hotel. Ik was pas terug. Ja, dan moet het ergens eind mei, begin juni geweest zijn. Nou, dan zouden wij graag het register van verleden jaar even willen inzien. Dat kan. Ja, alleen dat register ligt niet meer hier. De administratie zal het hebben. Wacht, ik zal u er even heen brengen. Dat is heel vriendelijk van u. Deze kant op, meneer. Dank u wel. Even deze deur. Jazeker. Nou, dat is geluk hebben. We weten nou tenminste waar hij woont. Althans, waar hij verleden jaar woonde. Ja, vertegenwoordiger. En die Kamperman is vertegenwoordiger en woont in Hilversum. En zo'n kerel tref je overdag meestal niet thuis. Of hij moet toevallig een vrije dag hebben. Ja, ja, dat is zo. Nou, auto in en naar Hilversum. Wat wilt u? Oh, u bent mevrouw Kamperman. De vrouw van Reinier Kamperman. Ja, Reinier is mijn man. Is er iets? Wie bent u? Nee, er is niks, mevrouw. Ik wil hem alleen even spreken. Wij zijn van de politie. Mijn naam is De Kok, met C-O-C-K. En dit is mijn collega, Fledder. Politie? Waarom wilt u mijn man spreken? Is toch niks gebeurd? Nee, mevrouw. Maar wij moeten uw man wel spreken. Dat zal moeilijk gaan. Mijn man is niet thuis. Ik weet niet waar hij is. Hij rijdt door het hele land. En ja, mevrouw, zouden we even binnen mogen komen? Oh, natuurlijk. Komt u binnen. Dank u wel. Zo, dank u. Zo. Ja, loopt u daar maar heen. Ja. Zo, gaat u maar zitten. Dank u. Dank u wel. Zal ik een kopje koffie maken of wilt u je thee? Nou, hartelijk dank, mevrouw. Doe er geen moeite. Oh, maar ik zal wel even de radio uitdoen. Ja, het enige dat we willen weten is waar wij uw man kunnen vinden. We moeten hem spreken. Het is nogal dringend. Dringend? Hij heeft toch niks gedaan? Wel, nee, mevrouw. Uw man heeft helemaal niets gedaan. We hebben echter een sterk vermoeden dat uw man in gevaar verkeert. Mijn man... In gevaar? Maar waarom? Dat is moeilijk uit te leggen. En daarom willen wij uw man spreken. Waarschuw als dat kan. En u weet echt niet waar hij zou kunnen zijn? Mijn man is vertegenwoordiger... Hij kan overal zijn. En vertelt u nooit waar hij naartoe gaat? Nou, niet altijd. Ja, soms, na afloop, dan wil hij wel eens vertellen waar hij geweest is. Hoe het ging, goed of niet goed. Volgens u is hij in gevaar. Maar hoe dan? Overnacht uw man wel eens ergens? Ja, soms, als hij ver weg is of als het laat geworden is. En dan belt hij u op? Tuurlijk, anders zou ik dodelijk ongerust zijn. Nou, begrijpelijk, ja. Hij vertelt u dus nooit van tevoren wanneer hij in een hotel denkt overnachten. Ja, dat toch wel. Als hij het zelf van tevoren weet, zoals vandaag. Vandaag? Ja, hij zou vandaag niet thuiskomen. Iemand belde hem gisteren. Nee, eergisteren was het, ja. Toen werd hij opgebeld. Mijn man maakte een afspraak. Een grote order of zoiets. Mijn man vertelde alleen dat hij vandaag niet thuis zou komen. Mevrouw Kamperman, vertelde uw man waar hij vanavond zou logeren? Waar had hij die afspraak voor die grote order? Ik weet het niet. Hij vertelde er niet erg veel over. Na dat telefoontje was hij wel erg opgewekt. Was u erbij toen hij werd opgebeld? Ja, dat wel, maar... Nou, u herinnert zich toch wel iets van dat telefoongesprek? Ja, die kinderen die waren jengelig. We hebben een tweeling, ze moesten naar bed. Ik heb echt niet goed geluisterd. Wie nam dat telefoongesprek aan? U of uw man? Mijn man, ik was met de kinderen bezig. Ja, dat begrijp ik. Maar u heeft toch wel iets opgevangen? Ja, ik ving wel een paar woorden op. Mijn man, die haalde een adres. In Amsterdam. Een hotel. Ja, ja. Klonk als... Mevrouw? Het was iets van een wapen, geloof ik. Het wapen van Groenland? Ja! Ja, dat was het. Het wapen van Groenland. Maar ik begrijp niet hoe... Heeft u ook een tijd genoemd? Ik weet het niet. Echt niet. Ik geloof het wel. Zes uur, zeven uur... Rustig, Fledder, rustig. Denk er even goed aan, mevrouw. Ik weet het niet. Ik geloof God. Het was
8, geloof ik. Mijn god, wat is er dan aan de hand? Niets, mevrouw. Maak u ze vooral niet ongerust. Er is toch niets aan de hand. Kom verder. Ja. We bellen u nog. Maak u ze vooral niet ongerust. Hallo? Hallo? Is er iemand? Wat is er aan de hand? Oh, bent u het? Ja, nou vriend. Zeg, het is nu 8:10. Zijn er het laatste uur, anderhalf uur nog nieuwe gasten binnengekomen? Nee, geen nieuwe gasten. We hebben op het ogenblik niet zoveel gasten. Zo, en kamer 21 is nog steeds verzegeld, niet in gebruik? Kamer 21, die is weer vrijgegeven. Wat? Door wie dan wel? De directie heeft van de politie gedaan gekregen dat die verzegeling is opgegeven. Sinds wanneer? Dat weet ik niet hoor. De directeur heeft dat geregeld met de commissaris. Dus kamer 21 is weer vrij? Ja, maar ik begrijp nog steeds niet wat u in mijn hotel... Uw hotel? Nou ja, dit hotel dan. Goedenavond. Een ogenblik. Meneer, u wenst... Ik had een afspraak. U had een afspraak? Ja, in dit hotel, om 8:00 vanavond. Kamer 21. Laat maar, portier. Goedenavond, meneer Kamperman. Ook goedenavond. U bent toch meneer Kamperman? Reinier Kamperman? Ja. Ah, ik had met u die afspraak. Nee, met mij had u geen afspraak. Ik ben van de politie. Wilt u zo goed zijn en met mijn collega hier even meegaan? Politie? Maar wat moet de politie van mij? Ik begrijp er niks van. Nou, wees u maar blij dat u er niks van begrijpt. Wilt u mij maar volgen? Dan gaan we even naar de bar. Wat ga jij doen, de kok? Ik ga even naar kamer 21. Ontstel jij maar zwanger van meneer Kamperman. Ja, dat komt in orde. Zullen we dan maar? Die kant op. Kom maar tevoorschijn. Politie. Operatie Harlekijn gaat niet door. Politie. Maar... Weer een hockeystick? Laat u die maar vallen. Doe wat ik zeg. Meneer Gosler is er niet. Friedrich Gosler. Ja. Maar ik begrijp niet hoe... Gaat u zitten, meneer Gosler. U kunt toch hier niet zomaar binnenkomen van u? Hoe kunt u... Ach, u begrijpt het niet. Ik begrijp niks. Maar gaat u toch zitten. Het is per slotverrekening hier uw eigen hotel. Hoe weet u... Ik weet dat u ernstig ziek bent. Ik weet dat... Ik weet nog veel meer. Ik begrijp niet hoe... U kunt niet... Ik denk dat uw zwager, Pierre Brassel, het wel zou begrijpen. U heeft het recht niet om hier... Het recht. Het recht. Er is in naam van het recht veel onrecht gebeurd, meneer Gosler. Vooral door u. U zocht immers gerechtigheid, is het niet? U kent de achtergronden. U kent het motief. Ja. Ja, ik ken uw motief. En laat u mij dit zeggen. Ik heb er hoegenaamd geen bewondering voor. Als u van de politie bent, dan is het... Oh, neem het kwalijk, meneer Koster. Mijn naam is De Kok, met COCK. Ik ben rechercheur van politie. Dan moet u mij op dit moment arresteren. Oh, nee. Daar voel ik niets voor. U moet mij arresteren. Daar sta ik op. Dat is uw plicht. Meneer Koster, ga u toch zitten. Ik ben misschien wel te ziek om te staan. En u heeft mij niets te bevelen. En wat een plicht is, dat bepaal ik liever zelf. Ik ga echt achteruit. Vooral de laatste dagen. Ik had mijn taak graag volbracht. Ik was al bang dat ik... U was het. Die Jan Bretsen hierheen liet lokken. En hem de schedel insloeg. Is het niet? Ja. Dat deed ik. Arresteert u mij toch? De wereld mag gerust weten wat ik deed en waarom ik het deed. Nee, meneer Gosler, nee. Dat mag de wereld niet weten. Als uw motief algemeen bekend zou worden, dan zullen er beslist meer mensen zijn. Kortzichtige mensen, zoals u. Mensen die menen dat uw motief aanvaardbaar is. Wat ik deed en wilde doen, was, nee, dat is rechtvaardig. Dat was en is het niet. U speelde voor eigen rechten.
En door uw ziekte bent u ongrijpbaar voor een wereldse rechter. Als u mij niet arresteert, dan bel ik uw commissaris zelf. Ik neem aan dat u het nummer uit uw hoofd kent. Ja, inderdaad. Goed. Gaat in uw gang. Het toestel staat naast u. Nu? U bedoelt dat ik... Zeker? Waarom niet? Ja, maar het is... Ik moet uw rechter wel op wijzen... dat op hetzelfde moment dat u de commissaris inlicht... ik rechtstreeks naar Ouderkerk aan de Amstel ga... en uw zuster Marianne Brassel, geboren Gosler... en uw zwager arresteer. Let wel, ongeacht het lot van de kinderen. U belt de commissaris toch maar liever niet. Heel verstandig. Want wees er wel van overtuigd, meneer Gosler... dat wanneer u zich aan de wereld als dader presenteert... of als u het motief van uw daad openbaar maakt... dat ik dan uw zuster en uw zwager... wegens medeplichtigheid de gevangenis inhaal. U zou dat doen? Ja. En laten wij tweeën nu eens over gerechtigheid praten, meneer Kostler. Toen u en uw zuster kort voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland... De kok is er niet. Van jou word ik ook niets wijzer, Fledder. Wat nou, de kok is er niet? Nee. Jullie zijn gisteravond samen naar het Wapen van Groenland geweest, of niet soms? Ja, ja, zeker, commissaris. Nou, sindsdien heb jij de kok niet meer gezien of gesproken? Nee, commissaris. Die de kok, dat is een geheimschrijver. Die man doet veel te veel op zijn eigen houtje. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Wie denkt hij wel dat hij is? Wie is hier nou eigenlijk de commissaris? De kok of ik? Ja, u, commissaris. Ja, dat weet jij, dat weet ik, maar weet de kok dat ook? Nou, ik denk, commissaris, dat de kok dat ook wel weet. Nou, daar handelt hij dan niet naar. Ja, als u dat zegt, commissaris. Er is een moord gepleegd in het Wapen van Groenland. Vertel jij me nou eens, Fledder, wat denkt de kok daarvan? Ja, nou, hij heeft toch wel een mening of zoiets? Of niet soms? Ja, weet u, de kok is die dingen nooit zo openhartig, zolang je niet helemaal... Hoewel ik toch wel de indruk kreeg dat hij dichtbij... Zo kreeg jij die indruk? Wel. Ik wil het van de kok zelf horen. En jij zorgt dat hij bij me komt. Maar commissaris, ik zei het u toch al. Ik weet echt niet waar die is. Ik heb al naar zijn huis gebeld. Er is hij ook niet. Zijn vrouw weet niet eens waar die is. Ach, dat is misschien het. Heeft hij wat ontdekt en is hij daar achteraan. Dan ga jij hem zoeken, Fledder. Je vraagt dus noods zijn opsporing. Doe wat! Ja, zeker, commissaris. Weg! Ja, wel... Beter naar de boksen huis gaan. Zijn vrouw moet nog wel weten waar hij zit. Nee, Dick. Mij heeft hij ook niks verteld. Alleen dat ik me niet ongerust hoefde te maken. Nou, dus wat moois. De commissaris is des duivels. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik niet weet waar uw man is. De commissaris die brult het hele bureau bij elkaar. Ik leef met je mee, Dick. Eerlijk gezegd, ik begrijp ook niet wat mijn man bezielt. Dit heb ik in al die jaren dat hij bij de politie is nog niet meegemaakt. Ik weet niet meer wat ik tegen de commissaris zeggen moet. Als de kok wat op het spoor is gekomen gisteravond... dan had hij toch op zijn minst mij iets kunnen vertellen. Dick. Ja? Natuurlijk weet ik wel waar hij is. Hij heeft alleen gezegd dat hij voor niemand... maar dan ook voor niemand te spreken is. En geldt dat ook voor mij? Dick, weet je wat? Kom vanavond om 8:30 naar ons tuinhuisje... Je weet wel waar het is, hè? Ja. Dan zal ik zorgen dat hij er ook is. Goed? Dat is een pak van mijn hart. Vanavond 8:30 in het tuinhuisje. Ja. Goed, het zal er zijn. Maar de kok, de commissaris, is razend op je. Geloof me, mijn jongen. Ik heb gegronde redenen om nog even uit de buurt van de commissaris te blijven. Maar, laten we eerst even een cognacje nemen. Ja, graag. Dat zal er best ingaan. Suze... Pak jij die fles even als je wil. Ja. Dankjewel. Want als de commissaris alles wist, Dick... dan zou hij mij wel eens kunnen dwingen om de moordenaar te arresteren. Hè? En dat wil ik voorkomen. Jij weet wie de moordenaar is? Jij wilt niet dat hij gearresteerd wordt? Daar begrijp ik geen barst van. Nou, rustig nou. Ik zal het je uitleggen. Hier, proost. Proost. Op jullie gezondheid. Ja, dankjewel. Nou, vertel. Dick... Jij ontdekte dat het kleine meisje, die Ingrid, toen ze niet kon slapen, die avond bij Pierre Brazel waren, om een hampelman vroeg. Ja. Nou, jij wist net als ik,
aan het dossier van Jan Brets dat die antiquaire destijds door Brets en zijn gabbertje vermoord was, Jacob Hampelman heette. Ja, ja, maar ik begrijp er nog steeds niks van. Nou, wacht, wacht, man. Om alles te begrijpen, moeten we een tijd in de geschiedenis terug. Waarom lag Jan Brets erbij als een harlekijn? Als een Hampelman? Dat was een symbool. Een symbool? Een symbool waarvan? Een symbool van gerechtigheid. Kijk, die antiquair, Jacob Hampelman, was al voor de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland naar Nederland gevlucht. Hij vestigde zich in Haarlem en begon een kleine antiekzaak. In Duitsland was een vriend van hem, een zekere Heinrich Gosler, door de nazi's gearresteerd. De vrouw van Heinrich Gosler vluchtte met haar twee kinderen naar Haarlem. Ze was Joods en Hampelman nam haar en de twee kinderen in zijn huis. Na verloop van tijd ging mevrouw Gosler terug naar Duitsland, in de hoop nog iets voor haar man te kunnen doen. Maar men heeft van haar en de man nooit meer iets vernomen. Nou, Hampelman heeft die kinderen, Friedrich en Marianne, moedig en liefdevol door de oorlogsjaren heen geholpen. Met grote zelfopoffering zorgde hij er ook na de oorlog voor dat ze een uitstekende opvoeding en opleiding kregen. Dus je begrijpt wel dat het een ontzettende klap voor die twee was toen oom Hampelman het slachtoffer werd van een laaghartige roofmoord. Ja, ja, dat is logisch. Ze waren er beide kapot van. Friedrich had die avond dienst in het hotel waar hij in opleiding was en Marianne logeerde bij de ouders van Pierre Brassel toen nog haar verloofde. Brets en Kamperman werden snel gepakt en legden volledige bekentenis af. Toen Friedrich Gosler de bijzonderheden vernam van die roofmoord, zwoer hij een heilige eed zijn oom hoe dan ook te zullen wreken. Nou, ik kan me zijn gevoelens van wraak toch wel indenken. Ja, ja, toen, ja. Maar nu, hè? Zoveel jaar later. Brets en Kamperman gingen de gevangenis in en de woede van Friedrich bekoelde wat. Tot hij hoorde dat van de aanvankelijke straf niet veel overbleef. Want na een paar jaar liepen die beide moordenaars weer vrij rond. Aha. En Friedrich Gosler besloot om alsnog wraak te nemen. Inderdaad. Hij was inmiddels eigenaar geworden van het wapen van Groenland. Dik, en daar maakte ik een fout. Ik vroeg de portier om een lijst met namen van de gasten in het hotel. Ik dacht er geen moment aan dat er niet alleen gasten in het hotel waren. En zo ontging mij het belangrijke feit dat de directeur zijn eigen hotel woonde. En wel op de verdieping van kamer 21. Ja, voor de hand liggende vergissingen. Nee. In ons werk bestaan er geen voor de hand liggende vergissingen. De kleinste vergissing is een fout. Zo niet een blunder. Enfin. Friedrich Gosler besloot inderdaad om alsnog wraak te nemen. Hij besprak het met zijn zuster Marianne en zijn zwager Pierre Brassel. Ze waren het er alle drie over eens dat er geen recht was gedaan. Gosler opperde het idee van moord als een verlaten executie. Wacht eens. Dat heb ik meer gehoord. Dat klopt. Pierre Brassel versprak zich bijna. Ja, dat was tijdens dat eerste onderhoud met hem op het bureau. Waar. Hij vroeg zich toen hardop af waarom je risico's zou nemen voor een moord die uiteindelijk niet meer was dan een verlaten en het laatste woord slikte die in. Executie. Juist. Pierre Brassel stelde voor om de twee moordenaars van oom Hampelman eerst op de proef te stellen. Hij zette het plan voor die kraak in elkaar en zocht contact met Jan Brets. En Jan Brets was nog steeds bereid om voor geld iemand de schedel in te slaan. Hij wilde die oude nachtmaker wel koud maken op een hockeystick. Ja. En daarmee tekende hij zijn eigen doodvonnis. Inderdaad. Maar het noodlot had nog iets heel anders in petto. Friedrich Gosler, nog niet eens zo oud, werd ziek. Hij kreeg van zijn dokter te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en nog maar kort had te leven. Kanker. En toen kreeg Friedrich Gosler haast. En toen Pierre Brassel voorstelde om ook Kamperman te testen, voelde Gosler er niets voor. Ook Reinier Kamperman zou moeten worden geëxecuteerd. En als jij niet zo vlug dat woord Hampelman in verband had gebracht met de vermoorde antiquair, dan was Reinier Kamperman nu ook vermoord. Jouw snelle inzicht was de redding. De kok. Waarom handel jij die zaak nou niet gewoon af? Waarom arresteer je die Friedrich Gosler niet? De moord op Jan Brets is toch zijn werk? Beste Dick. Als er mensen zijn die weten dat het onvermijdelijke nabij is. Als sommigen van hen dan een soort privégerechtigheid gaan bedrijven.
dan zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom is het beter dat de zaak van de dode Harlekijn niet tot de openbaarheid doordringt. Maar Friedrich Kostler dan? Die is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is stervende. Zodra hij is overleden, dan pas doe ik verslag bij de commissaris en niet eerder. Maar de kok, dat kan toch niet? Waarom? Een dode kun je nu eenmaal niet laten arresteren. U hebt geluisterd naar het tweede, tevens laatste deel van De Kok en de Dode Harlekijn. Een hoorspel naar de gelijknamige thriller van A.C. Baantje in de bewerking van Thomas Wessel. De rolverdeling was als volgt. De Kok werd gespeeld door Piet Reumer. Vledder door Pollo Hamburger. Nachtwaker Peters was Loes Steenbergen. Marie Zeilmakers, Celia Nufar. Pierre Brassel, Arnold Gelderman. Mevrouw Brassel, Diana Dobbelman. Mevrouw Driessen, Trudy Libozan. De commissaris, Sakko van der Made. Friedrich Kostler, Edmond Klassen. Een receptionist, Cor Witsche. Reinier Kamperman, Guus van der Made. Mevrouw Kamperman, Jos Fleur. Mevrouw de Kok, Lies de Wind. Mevrouw van Duren, Tanneke Hartsuiker. En Ingrid, Tira van Hoomeijer. Technische realisatie Rob Gerritsen, Ferry van Nimwegen en Judith Smoerenberg. De regie had Hero Muller.